Welkom allemaal! Leuk dat jullie kijken naar deze stream. Ik ben echt hyped en ik hoop dat jullie ook hyped zijn. Want ik had gisteren in één keer een idee. En waarschijnlijk hebben jullie het al gezien. Ik had er al een poll over gemaakt. Namelijk dat ik een soort van livestream serie zou gaan starten. En dan gewoon elke week eventjes gaan livestreamen. En dan samen met jullie beginnen met een nieuw account. En waarin ik geen geld uit ga geven. En dan ga ik samen met jullie proberen dit account zo hoog mogelijk te krijgen. En kijken wat voor een legendarische knokkers ik kan krijgen. Wat voor een epische knokkers ik kan krijgen. Wat voor mythische knokkers ik kan krijgen. Ik heb er echt heel veel zin in. Ik heb een nieuw account gemaakt. Free to play Bouse. En met dit account gaan we rocken samen met jullie. We hebben alleen op dit moment 16 trofeeën. Dus dat is nog niet heel veel. Maar we kunnen al wel 2 nieuwe knokkers vrijspelen. Ondanks dat we 16 trofeeën hebben. Trouwens, super tof dat jullie allemaal kijken. Echt heel nice dat er nu al zoveel mensen online staan. Zijn en al 1500 likes. Dus een dikke shout-out aan jullie allemaal. Voor degene die nog niet dat duimpje omhoog heeft achtergelaten. Vergeet dat zeer zeker niet te doen. Wordt gewaardeerd. En gebruik natuurlijk die code Bouse. Als je mij wil supporten. En ik zie trouwens een donatie van Floris. Dankjewel Floris voor je 1 euro donatie. Maar wat we dus gaan doen. We gaan gewoon lekker samen met jullie spelen. Dan gaan we gewoon knokkers vrij spelen. We gaan dozen openen. En het leuke van deze serie is dan ook dat ik echt moet gaan spelen voor mijn dozen. Niet dat ik ze mag kopen. Ik moet er echt voor gaan spelen. Ik moet opdrachten voltooien. Ik moet gewoon zorgen dat ik knokkers ga upgraden. Dat ik gadgets ga vrij spelen. Het wordt gewoon wat moeilijker. En dat doe ik gewoon alleen maar in livestreams met jullie. Dus jullie kunnen helemaal het verloop van dit account gaan zien op YouTube. Elke keer als ik live ga, dan gaan we gewoon op dit account. En dan gaan we weer verder totdat ik weer live ga. Dus ik ga elke woensdag sowieso live met dit. En dan probeer ik daartussendoor, als er een keer een update is in Brawl Stars of zo, dan gaan we gewoon live streamen op mijn hoofdaccount. En dat is een beetje hoe ik het nu als idee heb. Ik denk dat jullie het ook heel vet vinden. In ieder geval, de chat gaat helemaal los. Code Bouse. Zeg mijn naam, please. Ja, ik ga niet van iedereen het zijn naam zeggen. Dat niet. Af en toe. Noem mijn naam. Nou, oké. Noah, leuk dat je aan het kijken bent. En ik zie trouwens nog meer donaties binnenkomen. Ik denk dat die zo meteen ook in het scherm zichtbaar zijn. Maar zullen we maar het eerste doosje openen. Donaties trouwens van Ian en Fidget Toys en Loot. Allemaal 1 euro. Dank jullie wel daarvoor. Maar het eerste doosje op mijn nieuwe account. We krijgen niks. We krijgen upgrade punten voor Shelly. En kijk, en nu komen ze in het scherm. Ze zijn een beetje laat. Ja. Nou ja, beter laat dan nooit. Ik zag ze al eerder. Maakt niet uit. Maar we gaan Nita vrij spelen. En dan kunnen we zo meteen ook Barley vrij spelen. Want ik heb even mijn account gelinkt. En Ian, inderdaad, die had ook genoteerd. Dat zei ik net ook, die komt nu in het scherm. Maar ik had mijn account gelinkt. Zodat ik Tovenaar Barley krijg. En daardoor krijgen we nu gewoon gratis Barley. Het is gewoon een zeldzame knokker. Dus zo heel moeilijk is dat niet. Maar hey, het is toch wel een gratis knokker die we erbij krijgen. Dus we hebben al 2 knokkers vrij gespeeld. Let's go. Oh, dat is ziek. Maak een club. Oh, dat is misschien wel leuk. Om zeg maar met dit account ook een club te maken. Maar. En we krijgen nu trouwens Barley. Ja, inderdaad. Nice. Dat is inderdaad een leuk idee. Als je een club oprichtte. Dan moet ik in ieder geval ervaringslevel 5 hebben. Dus voorlopig kan dat nog niet. Maar op het moment dat het kan. Dan gaan we dat doen. Maar we gaan natuurlijk een beetje pushen. We hebben hier een gratis doosje trouwens. Die ik nog kan claimen. En we krijgen upgrade punten. Laat ook maar weten wat jullie denken. Ik zit een beetje te denken. We hebben nu 3 knokkers en eigenlijk moet ik gaan kiezen welke knokkers ik ga upgraden. Ik kan niet alle knokkers upgraden. Wat denken jullie? Moet ik 1 knokker proberen maximaal level te krijgen of alles een beetje upgraden? Ik weet niet zo goed wat goed is. Ik kan trouwens ondertussen alvast even... We kunnen even edelstenen graag doen. Hier is de code en dan kunnen jullie joinen. Voor degene die het leuk vindt om te joinen. En laat even dus weten. Moet ik alle knokkers een beetje gaan upgraden of 1 knokker naar maximaal level? Ik denk... Voor een free-to-play account, om hem zo hoog mogelijk te krijgen, is het denk ik beter om alles een beetje te upgraden dan 1 knokker heel hoog. Want dan kan je die ene knokker heel hoog pushen en de rest heb je echt moeite om hoog te pushen. Dus ik denk dat het beter is om 1 knokker heel hoog te pushen. We zijn nu trouwens met 2 spelers. Eentje heeft 25.000 trofeeën en eentje heeft 18.000 trofeeën. Het enige nadeel is dat ik nu het liefst met knokkers wil spelen die ze zo laag mogelijk hebben. Ik stel Lou voor. Gewoon de laagste. En Colonel Ruffs. Oké. Oh, dit is wel heel anders. Ik denk bijvoorbeeld hier Adam die zegt alles een beetje. Bram zegt ook alles een beetje. Magic die zegt ook alles een beetje. Ik denk dat dat inderdaad het beste is. Om alle knokkers een beetje te gaan upgraden.
Ik denk dat misschien Nita beter is op krachtlevel 1. Dan heb je nog een beetje afstand. Oh, dit is een enorme afstand map. Ja, dan kan ik beter met Nita gaan spelen. Ja, hij is in ieder geval blij. Oh ja, we kunnen natuurlijk vrienden toevoegen. Weet je wat? Voor degenen die nu joinen, de eerste 250 mensen die joinen hebben mazzel. Die kunnen vriend worden op mijn free-to-play account. Dus de eerste 250 mensen, want je kan in totaal 250 mensen of als vriend hebben. Die hebben mazzel en die accepteer ik. Of dan stuur ik een verzoekje. Wel ziek. Gewoon bijna 5000 kijkers en ook al bijna 2500 likes. Zou mooi zijn als we na dit potje de 2500 likes hebben aangetikt. Dus smash dat duimpje omhoog. En dan hebben we na dit potje de 2500 likes. Hoop ik. En ik moet ook even voor zorgen dat ik heel snel de Brawl Pass vrij speel. Want op dit moment heb ik nog helemaal niks op dit account. Qua doos en zo. Oh, dit gaat echt heel moeilijk worden. Oké, ik ga echt heel defensief spelen. Ik heb ook... Eigenlijk moet ik... echt een afstandknokker hebben. Een brok of zo. Kijk, dan als je dan wat minder hoog bent, dan kan je in ieder geval nog iets. Oh, no. Oh, daar zat die search nog. Oh. Oké, dan weet ik nu dat hij daar zit. Dan moet ik niet nog een keer zo heen lopen. Oh, dit gaat echt een heel kawaii worden om op dit niveau dan te winnen. Die search, wat gaat die doen? Oh, ik kan even die krachtpunten pakken. Eigenlijk moet ik die helemaal niet hebben, want ik ben helemaal niet zo sterk. We kunnen nu misschien die search hebben. Ja, nog niet. Oh, ik word geboost. Lekker wel, lekker. Oké, nice. Mijn beer, zou ik die al inzetten? Nee, denk het nog niet. Oké, die search die moeten we even hebben. Oh, die doet zoveel damage nu al. Dat is niet normaal. Dat is niet leuk. We kunnen nu misschien die search hebben. Even hit. Oké, dat ging net niet lekker. Maar we hebben nog 3 krachtpunten. Of ik heb 3 krachtpunten. Dus daarom speel ik iets defensiever. En oké, nu moeten we misschien die Pam hebben. Ik zal even mijn beer neerzetten. Maar ja, op deze manier helpt dat niet heel veel. Ah, oh no. Oh, daar ging mijn iPad. No. Ah, dit is echt niet te doen. Oké, ik hoop dat we zo meteen in ieder geval een paar van jullie tegenkomen die iets lagere levels hebben. Want dit is wel een beetje balen. Want we spelen gewoon op niveau van 400, 500 trofeeën. En dan heeft iedereen zijn knokkers al veel hoger natuurlijk. En ik heb nog niet zoveel. En nu hit. Ah ja, dit wou niet. Ah, dit is moeilijk. Dit is moeilijk. We hebben trouwens wel de 2500 likes gehad. Dus dikke shout-out naar jullie allemaal. Maar ja, het voordeel is wel, omdat ik zo'n laag trofee heb, dat ik natuurlijk niet heel veel verlies. Maar die tegenstanders, die waren inderdaad iets hoger dan wat wij waren qua level. Maar op zich, het moet wel kunnen. Maar ik vind het zo'n vreselijke map. Misschien is het handig om eerst even Showdown vrij te spelen. Of dat we even iets meer trofeeën erbij krijgen. Want Colt moet ik vrij spelen. Weet je wat? Ik ga eventjes snel een potje voor mezelf doen. Dan zorg ik dat ik eventjes wat trofeeën erbij krijg en dat we Colt kunnen vrijspelen. En dan kunnen we zo meteen in duo wel weer met jullie spelen. Maar het probleem is een beetje dat ik nu met bots kom. En als ik met jullie ga spelen, kom ik tegen echte mensen. Ik moet eventjes wat trofeeën erbij hebben. Dat ik even wat game modus ga vrijspelen en wat dozen ga vrijspelen. Zodat we eventueel misschien een nieuwe knokker kunnen krijgen. En natuurlijk coins verdienen om upgrades te doen. Maar volgens mij moeten we nu tegen bots. Dus ik doe eventjes snel een potje. Zonder jullie en zo meteen mogen jullie weer meedoen hoor. Wees maar gerust, dat komt helemaal goed. Maar kijk, dit zijn bots en dat is wel even chill om eventjes wat trofeeën erbij te pushen. Totdat we even Showdown hebben vrijgespeeld en Colt. En dan hebben we dit zo. En trouwens, Showdown heb je al bij de 30 trofeeën, dacht ik. Ik zal even hier deze pakken. Dus we kunnen ook vanaf de 30 of 40 trofeeën gewoon ook met jullie in Showdown spelen. Dat vind ik net wat chiller. Dat is mijn game mode. Oké, die Rosa die is nu ook dood. Moet je het verschil zien tussen dit potje en het vorige potje? Jongen, die bots die bakken er helemaal niks van. Maar dat is natuurlijk ook weer het voordeel. Oké, super, boom. We moeten er nog 2 hebben, nog 2. Ja, nog eentje. En die Shelly die blijft daar mooi vooraan lopen, dat is ook mooi. Ja, oké, dit is hem. Oké, nu is het gewoon een kwestie van verdedigen. En dan komt het helemaal goed. Boom. Hoppatee. Ja, nice. Easy. Kijk, dit wil je even hebben. Gewoon even wat trofeeën erbij. En wij zitten nu trouwens al op de 3000 likes. Dikke shout-out aan jullie allemaal. Die dat duimpje omhoog heeft gesmashed. En trouwens, mocht je natuurlijk net zo'n mooie t-shirt als mij willen kopen. Check het natuurlijk op bouws.nl. Haal een win. Dat heb ik gehaald. Marian, die zei dat in de chat. Ja, ik heb hem weer gehaald, dus dat is mooi.
Dan hebben we nu 8 trofeeën erbij. En vanaf de... Oh, vanaf de 30 spelen we inderdaad Showdown vrij. En we hebben hier... Oh, we hebben een grote doos. En we hebben een gewone doos. En we hebben hier ook nog een knokdoos. Oké, die gaan we eerst openen. Dan ben ik benieuwd. Wat mijn eerste knokker gaat worden die ik ga krijgen. Ik hoop echt als het een epische is of zo. Dat zou heel geweldig zijn. Maar eerste knokdoos. We gaan even een paar dozen openen tussendoor. 2 resterende items. Dan denk ik het niet. Nee, we krijgen Barley en we krijgen Nita. Die zouden we dan binnenkort misschien kunnen upgraden naar level 2. Ziek! Ik heb ze nu level 1. Voor mij is het echt wennen. Normaal speel ik altijd met gadgets. En heb ik altijd de sterrenkracht. Maar dat is nu even wennen. Dat heb ik niet. Hier krijgen we ook niks uit. Ik heb zo'n idee dat we uit deze grote doos een knokker gaan krijgen. Let maar op. Oh, we krijgen nu al uitnodiging. Oh, dat zet ik eventjes uit. Ja, weet je, anders gaan de hele tijd dezelfde spelen. En ik accepteer dus de eerste 250 verzoeken die ik binnenkrijg. Op deze free-to-play account. Maar laten we de grote doos maar gaan openen. Hierna krijgen we 10 edelstenen. Daarna krijgen we nog een grote doos. Ik denk dat we misschien bij die grote doos ook nog wel terecht... Die 10 edelstenen wel. Maar we gaan in ieder geval deze grote doos openen. Wat gaat het worden? Wat denken jullie? Ga ik een knokker krijgen? Amber, je krijgt Amber. Let maar op. Oh, als, dat zegt Arne in de chat. Als dat echt zo is, ik word helemaal gek. Maar ik ben eigenlijk ook blij met elke andere knokker. Een Brock zou ik ook leuk vinden. Een Piper ook. Eigenlijk ben ik met alles blij als het maar eentje is. Maar het is geen één denk. Jawel! Ja, het is er één. Oh, let's go. De eerste knokker op mijn free-to-play account. Wat gaat het worden? Ik ben benieuwd. Als het een zeldzaam... Nee, zeg maar als het een mythisch, epische of legendarische of chromatie is... Dan heb ik zoveel mazzel. Maar waarschijnlijk is het een zeldzame. Vaak als je een nieuw account begint, krijg je gewoon meteen een paar zeldzame. Ja, de hele chat gaat los. Ik zie ook heel veel Rosa en El Primo. We gaan het zien. Oké, weet je wat? Ik ga drukken in 3 seconden. 3, 2, 1. En wat wordt het? Het wordt Paco. Ja, oké. Nee, dit is niet echt de knokker die je wil hebben. Ik zag niet wel een paar mensen die Paco zeiden. Ja, hier bijvoorbeeld Delano, die zei Paco. En hier zag ik nog iemand. Kas, die zei ook Paco. En Ruben ook, omdat mijn chat iets achterloopt. Dat zijn wel mensen die dat zeiden. Voordat ik hem kreeg. Dus iedereen die Paco zei. Jullie hebben helemaal gelijk. We hebben Paco gekregen. Oké, nice. En wanneer krijgen we hier weer dozen? We krijgen zometeen Showdown. Kunnen we hier Colt vrij spelen? En echt dozen spelen we hier verder niet vrij. We moeten eigenlijk opdrachten vrij spelen. Maar die krijg je vanaf de 300 trofeeën. Oké, ik doe nog even één potje met Shelly snel. Zorg ervoor dat ik wat trofeeën erbij krijg. En dan kunnen we Showdown spelen. En dan ga ik weer even met jullie duo doen. Want dan vind ik het wat fijner pushen. Want ik vind het edelstenen graai met dit soort knokkers echt niet chill spelen. Helemaal omdat het een enorme afstand map is. Het is gewoon chiller om dan gewoon met een, weet ik veel, Piper of zo te spelen. Oké, hier even super. En aangezien ik nu tegen bots moet, dan maakt het niet uit dat ik met Shelly speel. Want normaal gesproken zou Shelly echt de slechtste knokker ooit die zijn. Maar ja, omdat we nu dus tegen bots zijn, dan maakt het niet uit. Oké, boom, 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 boom. En dan kunnen we hier even mijn super doen. Boom, 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 boom. En dan heb ik alweer mijn super. Maar die hoef ik niet eens in te zetten. Easy! Let's go! Ik heb natuurlijk op dit moment ook alleen maar de standaard emojis. Nu, op mijn hoofdaccount heb ik natuurlijk heel veel andere. Die er wel wat cooler uitzien. Maar jongen, ik ben al helemaal blij met de emojis die ik nu heb. Oké, top. Heb ik weer mijn super. Easy! We gaan als raket. Ik zou eigenlijk gewoon bijna tijdens het spelen van deze potjes zou ik gewoon... de chat kunnen lezen, omdat ze gewoon zo makkelijk zijn. Check dan. Die lopen daar boven een beetje rond. Oh, nu even uitkijken. En dan nu super. Boom, 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 boom. Ja. Ah, zo'n Michelle, die was van mij. Ik moet eventjes wel een beetje uitkijken, want anders verlies... Oké, nu kan ik hem pakken. Ja, nice. En als Paco nu even levend blijft, dat zou mooi zijn. Dan kunnen we in ieder geval even... Ja, top. Nu hebben we sowieso gewonnen. Nice! Dan hebben we nu Showdown vrijgespeeld. Nou, dat is toch allemaal wel nice. We hebben al 3 knokkers. Echt de beste knokkers ooit in deze livestream. En we hebben nu Showdown vrijgespeeld. Dus dat is ook mooi. Boom! We zitten al op de 32 trofee. Jongen, op mijn free-to-play account. We krijgen trouwens nog een donatie. Van Tribe Ice. Die zegt dit. Yo, hey! Ken je me nog van je club? Succes met je account. Ja, ik heb zoveel mensen in mijn club die in en uit gaan. Dat is echt niet normaal. Dus sorry, Tribe Ice. Misschien heb ik wel eens met je gespeeld. Dat zou trouwens wel kunnen, maar...
Ik kom zoveel mensen tegen op Brawl Stars, dat is echt niet normaal. Maar we hebben een nieuw evenement ontgrendeld, laten we dat maar eventjes gaan doen. Maar trouwens, dankjewel voor je donatie, voor je 2 euro donatie. We hebben nu Duo, en we kunnen hier in deze map kunnen we wel even Barley gaan pushen. Barley is wel een goede knakker hier zo. Dus dat gaan we even doen. En we gaan even upgrades doen, want we hebben nu natuurlijk genoeg upgrade punten voor Barley en Shelly. Dan heb ik... Oh, Shelly kan ik nog een keer upgraden. Ik ga het wel eventjes doen. Maar ik moet niet alles te hoog upgraden. Maar dan hebben we Shelly nu in ieder geval iets hoger. Maar ik creëer weer een code. Jullie kunnen joinen. En dan gaan we gewoon even een potje duo doen. En Shelly. Oh ja. Shelly zou natuurlijk ook heel goed kunnen in deze map. Omdat je in het midden natuurlijk met Shelly goed kan rondlopen. Hangt er een beetje vanaf wat voor medespeler ik krijg. Oh no. Julian. Hij heeft gewoon een rank level 30. 31.000 trofeeën. Oké. Heeft hij toevallig ook een lage knokker? Oh joi. Oh, dit gaat pittig worden. Ja, ik zit een beetje... Ik denk misschien Bo. Ik ga wel Bo. Wat zegt hij? Wow. Wel baas. Dikke shout-out naar Julian. Ik ga Bo voorstellen, want die heeft hij nog niet super hoog. Meeste trofeeën. Ja, inderdaad. En dan ga ik wel met Shelly. Dan kunnen we een beetje vanuit het midden spelen. Dat is mijn idee. En hopelijk gaat het dan een beetje goed. Codeboos! Zeg, Heine, in de shop. Yes. Ik heb hem ingevuld. Het enige nadeel is dat ik hem niet ga gebruiken. Want, ja, trouwens, ik kan hem natuurlijk wel gebruiken. Stel, ik ga echt door op dit account. En bij de Brawl Pass speel ik bijvoorbeeld allemaal edelstenen vrij. Dan kan ik hem natuurlijk wel gaan gebruiken. Maar, oké, let's go. Ik denk dat het beste is om gewoon naar het midden te gaan. Ook al heb ik mijn Shelly kracht level 3. Bo, die heeft natuurlijk... Hij heeft wel Bo maximaal level. Dus dat scheelt wel. Kijk, ik heb nog boven in het scherm staat voor mij nog die hulp. En ondertussen zit ik al gewoon op 600 trofeeën te spelen. is niet eerlijk. Oké. Of, oh, hij heeft die andere. Oh, lol. Ik dacht dat hij die sterrenkracht had, dat hij extra kon zien. Oké, dit is een beetje jammer. Dus hij heeft de verkeerde geselecteerd. Ik weet niet of, ik denk dat hij wel die andere ook had, maar dat weet ik niet zeker. Hoe gaan we dit nu doen? Ja, we moeten eigenlijk vanuit het midden spelen. Want ik met Shelly kan niet zoveel anders. Oh, er zit nu ook nog een andere Shelly. En ik zal even die bom weghalen. Oké, ik ga hier eventjes weg. Ik heb ook geen gadget om snel weg te kunnen voor die tikaanval. Oh, dit zou echt ziek zijn als we hier überhaupt in de top 3 kunnen komen. Want ik kan eigenlijk niks. Julian, die kan ook niet zoveel omdat hij zijn verkeerde sterrenkracht heeft. En ja, we zitten helemaal opgesloten. Ah, help. Oké, maar we leven nog. Oh, ik dacht al, hoe kunnen we 6 toeschouwers hebben? Maar dat komt natuurlijk door Julian. Waarschijnlijk kijken die met Julian mee. Dat moet haast wel. Oké, als we hier een plek nummer 2 uithalen, jongen, dan vind ik mezelf echt een legend. En Julian trouwens ook. Oké, daar komt Tik weer aan. Irritant. Er zit in het midden ook een Shelly. Dat is een beetje het gevaarlijke. Ja, dat is een beetje het irritante. Maar ja, als ik mijn super hier heb, dan gaat zo'n team natuurlijk ook niet zo heel snel naar mij toe. Die Tik, die gaat misschien nu dood. Die Tik gaat... Ja. Lekker. Oké, dit zou kunnen lukken. We zitten in de top 3. Heerlijk. Goed gespeeld van Julian ook. Maar ik denk een Shelly met super, daar gaat niemand zo naartoe. Dus ik denk dat we hier wel... Volgens mij was die Bo wel redelijk low. Oh, no. Oh, shit. Oké, dit zou wel ziek zijn als hij dit nog gaat halen. Oké, dat was heel goed gespeeld. Oh, we zijn net derde geworden. Die Shelly, jongen, ik was zo dood. Wel goed gespeeld van Julian. Dus dikke shout-out naar Julian. En omdat we... Oh, we krijgen gewoon Pietro. Ik dacht, we krijgen geen plus trofee omdat we derde worden. Maar op dit niveau krijg je gewoon plus trofee als je derde wordt. Ai. Oké, maar Julian, dikke shout-out naar jou voor het meedoen. Ik heb geen goede ster. Ah, vandaar. Ik dacht, omdat hij maximaal level had, dacht ik dan... Nou, heeft hij hem wel. Ik zou hem trouwens als vriend toevoegen. Julian, ik heb verzoek verstuurd. Bedankt voor het meedoen. We gaan nu door naar de volgende. Gewoon de hele tijd nieuwe mensen de kans geven. Dus jullie kunnen joinen. Trouwens, super tof dat er zoveel mensen aan het kijken zijn. Met ondertussen bijna 4000 likes. Het zou mooi zijn als we nu zo meteen de 4000 likes kunnen halen. Hé, we hebben iemand gevonden met weinig trofeeën. Daar ben ik serieus blij mee. Dat is wel nice. Wat zullen we doen? Eventjes volop naar het midden. Ik vind het wel leuk om gewoon naar het midden te gaan. Ik denk dat Rosa dan wel een goede is. En Bull kan ook.
Of Daryl. Hij heeft Daryl ook heel laag. Of ik ga... Ja, ik vind het leuk om gewoon voller voor de krachtpunten te gaan. Dus we gaan gewoon... Of Edgar. We doen Edgar. We doen Edgar met Shelly. Wel heel laag, maar ja, we hebben het toch bijna. Oh ja, even als vriend toevoegen. Moet ik natuurlijk niet vergeten. Als ik het bij sommigen ga vergeten, dat zou ik dan wel een beetje zonde vinden. Want dat is niet de bedoeling. Ik wil eigenlijk iedereen als vriend toevoegen. Oké, maar let's go. Hij heeft ook maar achterop één met Edgar, dus dat scheelt. Dan hebben we iets meer kans op winnen. Want dan worden we ingedeeld met mensen die evenveel krachtpunten hebben. Ik denk, zou boven misschien. Check heel even boven, want vaak heb je hier in het hoekje vet veel krachtpunten liggen. Ah, daar liggen er twee. Soms heb je hier vier doosjes liggen. Weet je, en dan kan hij voor de kistjes in het midden gaan. Met een beetje mazzel kunnen we dan heel sterk worden. En mocht hij doodgaan, dan leef ik in ieder geval nog. Ja, kijk, dit is chill. We hebben nu al vier krachtpunten. En dan hoop ik dat er in het midden nog wat zit. Oh, hij gaat wel bijna dood. Er is een Poco daar en een Shelly. En zijn dit nou bots? Want ze doen het wel heel slecht. Oké, ik denk dat dit bots zijn. Oh, dit is echt niet normaal. Kijk, daarom kan je eigenlijk op dit niveau beter gewoon eventjes alleen spelen. Maar ja, duo op deze manier vind ik helemaal prima. Lekker man, 9 trofeeën erbij. Dan hebben we nu Shelly op de rank level 5 en 45 trofeeën. Let's go. Oh, we hebben weer een doosje vrijgespeeld. Yes, yes. En we hebben ook bijna Colt vrijgespeeld, dus dat is ook nice. Maar laten we dit doosje maar gaan openen. Ben ik benieuwd wat we gaan krijgen. Wordt het een knokker? Gaan we knokker krijgen uit de gewone doos? Dat zou toch wel insane zijn. Trouwens, ondertussen bijna 4000 likes. Dus voor degene die het nog niet heeft gesmashed, vergeet dat zeer zeker natuurlijk niet even te doen. Maar wat gaan we krijgen? We krijgen 2 resterende items en helaas geen nieuwe knokker. We krijgen Poco. Ik denk dat ik Poco niet echt ga upgraden op dit account. Dat denk ik wel. Weet je wat? We doen nog 1 potje met Pjaartappel. Eventjes snel, omdat het net zo goed ging. Even 9 trofeeën erbij en dan gaan we door naar de volgende. En als we knokbal kunnen doen, gaan we meteen over naar knokbal. Want dat vind ik nog leuker om te pushen. En helemaal samen met jullie, daar kunnen extra mensen meedoen. Maar ik vind, ik weet niet, Edelstenen Guy is gewoon net niet mijn game mode waarvan ik denk, dat is echt leuk. Trouwens, ik zie nu de chat nog helemaal losgaan van welke knokker ik zou krijgen. Maar helaas niet echt iets goeds. Dat is wel jammer, hè? Dat is wel jammer. Hierna gaan we trouwens gewoon weer met een nieuw iemand spelen. Oh, nice, nice. Kijk, maar dit is het chillen op dit niveau, pushen. Je komt gewoon tegen bots. En dat is gewoon hartstikke lekker, want dan ga je heel makkelijk winnen. Zoals nu ook weer. Oh, daar zit de Rosa. Komt u maar, Rosa. Komt u maar, komt u maar, komt u maar. Daar heb ik mijn super niet eens voor nodig. Lekker, dit is easy. Dit is easy. Dit is ook wel eens lekker. Kijk, om mijn hoofd te kouden moet ik altijd heel... Het is best wel lastig om echt goed te pushen. Maar op deze manier is het niet echt lastig. Waar zijn die teamgenoten van die lui? We hebben nu 2 teams... Ja, eentje gekilled, allebei. Oh, kijk, 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 kijk. Daar zijn ze. Die teamgenoten zaten dus allebei gewoon aan de andere kant. Oké, nou, die Rosa, pak jij die? Ga ik wel naar die Nita. Ik zal hem hier wel even afsnijden. In ieder geval, dat is de bedoeling. Komt u maar, komt u maar, komt u maar. En boom. Oké, top! En dan was dit weer een win. En weer 9 trofeeën erbij. En dan hebben we nog 1 win nodig zometeen. En dan hebben we Colt vrijgespeeld. Dus dat is nice. Maar Pjaartappel, bedankt voor het meedoen. Dit is sowieso zijn 2e account. Want er staat Pjaartappel 2. Ik denk dat, ja, moet haast wel. Dus we gaan nu door naar de volgende. Eens kijken of we weer kunnen winnen. En dan gaan we zo meteen Colt vrij spelen. En, oh, we hebben 10 edelstenen. Dat is nice. Oh, en we hebben ook bijna een grote doos. Dus dan kunnen we misschien weer een knokker krijgen. Ik hoop het, ik hoop het, ik hoop het. We hebben trouwens ondertussen de 4000 likes. Dus dikke shout-out naar jullie allemaal. Code Bous in de store, zegt Brawl Star Boy. Ja, sowieso. Wordt gewaardeerd. Sowieso, het wordt sowieso gewaardeerd dat jullie deze stream kijken, dat al. Maar ik ga weer even een teamcode creëren. Pjaardappel, die is nog online. Hé, huh? Of dit is weer iemand anders? Is dit dan zijn hoofdaccount? Oké, we hebben nu trouwens weer een nieuwe. Of is dat, hoe is dat eigenlijk? Supercell ID of zo, dan moet je bij instellingen. Nieuwe, oké, dat zet ik even uit, want anders word ik daar helemaal vol mee gespamd. Maar we zitten met Greetje Koffie. Eens kijken, Greetje Koffie heeft 18.000 trofeeën. Dus hij heeft wel redelijk wat, maar hij heeft gelukkig Amber behoorlijk laag, zag ik. Dus dat vind ik wel nice. Greetje Koffie, je mag ook als vriend zijn. Yo! Dan gaan we spelen met Greetje Koffie en eens kijken of we kunnen winnen. En als we deze winnen, hebben we Colt vrijgespeeld. En we hebben een grote doos. Dus na dit potje gaat het weer spannend worden wat we gaan krijgen. Trouwens, super tof dat er zoveel mensen aan het kijken zijn.
Ik vind het echt mooi om te zien dat jullie dit ook gewoon een leuk idee vinden. Om hiervan gewoon een serie te maken. Dat ik gewoon free-to-play zo hoog mogelijk probeer te komen. En dat gewoon dus in een soort van livestream serie. Niet in een YouTube serie met filmpjes, maar echt gewoon qua streams. Dus jullie kunnen elke woensdag zo'n stream verwachten. In ieder geval, dat is het idee. Natuurlijk zal wel eens een keer een woensdag zijn dat ik ook een keertje niet kan. Maar in het algemeen probeer ik dat wel gewoon vol te houden. Dus gewoon woensdag vanaf een uurtje of half vier tot een uurtje of half zes of half vijf uur of zoiets. Ik zal hier even helpen. Nice. Lekker man. Oké, dit potje gaan we ook sowieso weer winnen. Barley, hoe durf jij mijn teammate aan te vallen, jongen? Ik wil mijn super nog niet gebruiken. Vind ik zonde, want dat was niet echt nodig. En dan hebben we nu 11 krachtpunten. En ik denk, ja, dat we dit heel makkelijk gaan winnen. Er moet nog ergens één teammate van hem rondlopen. Maar ik denk dat hij ergens aan het verschuilen... Oh, daar is hij. Ik dacht dat hij ergens misschien aan het verschuilen was, maar dat is hij niet. Nice! Easy game! Reetje koffie, lekker gespeeld, ouwe. Nou was het ook niet heel lastig op dit niveau, maar we hebben het toch even gedaan. Maar dit is wel lekker, want we hebben nu genoeg punten vrijgespeeld in de Brawl Pass om een grote doos vrij te spelen. Opdrachten, ja, ik vind het balen dat ik die nog niet heb. Want anders gaan we natuurlijk opdrachten voltooien. Maar we moeten even de 300 trofee halen. Maar geetje koffie, thanks voor het spelen. Ik ga wel weer verlaten en dan gaan we zo meteen met iemand anders spelen. En dan gaan we nu even die grote doos openen en cold claimen. Ik zal eerst even cold claimen. Hebben we nu een knokker erbij? Dan hebben we in deze livestream al 4 knokkers vrijgespeeld. Ja, ja. Nita, Colt, Barley en Poco. Oh, donders. Als het elke stream zo doorgaat met 4 knokkers in elke stream, dan worden het er wel heel veel. Maar we hebben weer een grote doos. Ik hoop dat het iets gaat worden. En misschien dat we die knokdoos ook nog kunnen gaan vrijspelen en deze grote doos... Ah, denk net niet dat het gaat lukken met punten, want we hebben nog 46 punten die we vandaag kunnen krijgen. Ik denk dat het net niet gaat lukken om meer te krijgen. Je hebt hier even deze notificaties weg. Dat vind ik wat chiller. En deze notificaties ook weg. Oké, zo. Laten we nu maar de doos gaan openen. Welke knokken ga ik krijgen? Ik zie dat Nick denkt dat ik El Primo ga krijgen. Maak een club. Volgens mij kon ik dat nog niet. Dan moest ik eerst level 5 zijn. Ik ben nu level 3. Bij level 5 kan je een club maken. Dat ga ik doen. Maar dat kan nu nog niet. Maar ik zeg het alvast wel. Ik ben totaal niet actief in die club. Want ik ben alleen online op dit account als ik dus ga livestreamen. En dan ga ik een serie met dit account doen. Dus verwacht niet dat ik heel veel kan spelen met jullie. Dus dat zeg ik al wel van tevoren. Joris die denkt dat ik Spike ga krijgen. Nou Joris, als jij gelijk hebt, dan ben je echt een zieke legend. Want ik wil ook wel Spike krijgen op dit account. Maar we gaan het zien, we gaan het zien. Hier denkt nog iemand dat ik Spike ging krijgen. Oh, het gaat zo snel de chat. En Toe die denkt dat ik Amber ga krijgen. Het zijn best wel. En Noah denkt El Primo. Ik denk ook El Primo. Ik denk ook El Primo. Maar ja, misschien krijgen we ook wel helemaal niks. Dat zou natuurlijk ook kunnen. We hebben wel 3 resterende items. Dat is voor een grote doos wel redelijk veel. Dus dat is nice. Krijg 12 punten voor... Ah, no. Ah, en nog, we krijgen wel punten voor Poco, dus die kunnen we upgraden. Ik had echt gehoopt dat we knokken zouden krijgen, maar helaas niet. Ja, sorry, ik moet jullie en mezelf teleurstellen. Geen nieuwe knokker. We krijgen wel tokenverdubbelaar. En normaal gesproken denk ik, ah, weet je, ik heb genoeg tokenverdubbelaar. Maar voor op dit account is dat heel nice. Want dat betekent dat we wat sneller door de Brawl Pass kunnen gaan. Waardoor we sneller grote dozen en zo kunnen vrijspelen. En naar die bovenste rewards hoef ik niet eens te kijken, want dat moet je natuurlijk kopen. Maar naar die onderste moet ik wel kijken, want die kunnen we natuurlijk vrij spelen. Ja, een beetje behalen. De hele chat, ja, die had het allemaal fout. Niemand had gelijk, want we hebben allemaal niet gelijk dat we hebben niks gekregen. Ja, ik kwam niet helemaal lekker aan mijn woorden. Maar daar kwam het in ieder geval op neer. Yes. Oké, dan gaan we verder. We kunnen hier toch niks. We gaan eventjes knokbal kunnen vanaf 150 trofeeën. We gaan nu even tempo maken, want ik wil nu even trofee erbij krijgen. We gaan gewoon nog even door met Shelly. Wil Shelly even doorpushen naar de 100 trofeeën? Dan gaan we even door naar een andere. Ik creëer weer een code, dus een van jullie kan joinen. En dan gaan we weer even spelen. Dan gaan we weer spelen en ownen. Dat is het idee, hè? Dat is het idee. We zitten met Jeppy64. Jeppy64 heeft 16.000 trofeeën en hij heeft een paar rang level 25's. Dus hij weet in ieder geval wel hoe je moet Brawl Stars spelen, dus dat is wel chill. Nani, Zutch. Ik zit een beetje te denken wat handig is. Ik denk dat ik met Barley ga, want dan gaan we even op afstand spelen. Dan gaan we even op afstand spelen. Want dan kan hij met bijvoorbeeld een Sprout en dan hebben we iets lager trofeeaantal. En ik vind het chiller om op hoog niveau, of nee, maar ja, het hoog niveau 300 trofeeën, maar het is hoger dan 0 trofeeën. Om dan even gewoon van afstand spelen. Als je nu naar het midden gaat met de Shelly van kracht level 3,
Dan ben je gewoon wel wat minder sterk als de meeste anderen. En nu hebben we iets meer kans. Dus hopelijk gaat dit goed. Let's go! Oh ja, ik moet JP, ik moet je niet vergeten zometeen even een verzoek te sturen. Ik ga eventjes naar boven, naar die hoek. En dan ga ik even kijken of hier nog wat ligt. Ja, lekker. Twee doosjes. Altijd deze hoek checken. Rechtsboven, daar liggen zo vaak kistjes. Ik heb het net ook al gezegd. Hé, hey, ik zie trouwens nog een donatie binnenkomen van Girl Power. Een 2,29 euro donatie. Thanks, Girl Power! Hij komt denk ik zo meteen in het scherm. Ik zag hem net al toevallig op dat andere scherm bij langskomen. Die loopt namelijk net ietsjes voor. Wat gaan we doen? Ik ga denk ik even naar onder. Ja, hij komt nu in beeld. Ik zei inderdaad, hij loopt ietsjes voor, zeg maar, dit scherm ten opzichte van dat scherm. Oké, mijn teammate is helaas dood. Dus we moeten even uitkijken. Er zit een Sprout. Ik ga hier gewoon weg, want ik heb geen zin om die Jackie en Sprout achter me aan te krijgen. Oh, no. Oh, wat? Dat is wel echt heel bizar dat die Leon mij niet heeft kunnen killen. Oké, pak jij die krachtpunt. Ik zal even hits doen. Hebben we hem? Ja, we hebben hem. Oké, loop jij even voor, want anders... Oh, hebben we ze beide? Of leeft er eentje nog? We hebben nu 5 krachtpunten. Ziek. Waar is die teammate? Waar is die team? Oh, die is nu dood. Wat? Het is showdown. Lol, we kunnen gewoon winnen. Lekker man. Oké, ik denk alleen niet dat we van dat team in het midden gaan winnen. Dus er zit een Sprout. En ik weet alleen niet wat zijn teammate is. Een beetje balen. Teammate, komt tevoorschijn. Oh, dat is die Jackie. Die we net ook al zagen. Oh. Ik zal even mijn super hier smashen. En dan kan ik hier in ieder geval eventjes schuilen. Want als ze hier naartoe lopen, dan kunnen we dat zien. Oh, dit is eigenlijk wel chill. Ah, nu niet. Want die Jackie kan die hits doen. Oh, die kan wel mij hitten daar. Oké, maar maakt niet uit. We zijn tweede geworden. Dus dat is dikke prima. Even 7 trofeeën erbij. Ik vind het helemaal hartstikke mooi. Dan zitten we nu op de 70 trofeeën. En we krijgen hier ook nog tokenverdubbelaar bij de 100 trofeeën. Maar ik zoek even een verzoek, want anders vergeet ik dat misschien. Oh, ik ben Pieke. Oh, dit is een tweede account. Oké, lachen. Ik kom nu met allemaal mensen die op een tweede account zitten. Hij zit inderdaad ook in de Bar About Army. Of even hoog qua trofeeën. Shout out naar jou, Pieke. Met je tweede account. Dat is best wel ziek. Dan heeft hij best wel een hoog tweede account ook. Dat is wel lijp. Maar ik ga hem even laten. Ik ga weer een nieuwe code join of maken. En dan kunnen we er weer mensen meedoen. Mag ik een shout-out? Shout-out Delano dat je aan het kijken bent. Daarvoor mag je zeker even een shout-out. Hoe moet je doneren? Nou, dat hoeft zeker niet. Maar het kan via de link in de beschrijving. Maar het hoeft zeker niet. We zitten met Pjaardappel. We zaten net met Pjaardappel 2. Of heeft hij zijn naam dan veranderd? Ik weet het niet. Ik heb hem volgens mij wel als... Heb ik hem als vriend? Ja, ik heb hem als vriend. Heb ik dan... Dan heb ik al met hem gespeeld. Yo, Gimme, ja inderdaad. Ik heb al... Oké, sorry boy. Ik moet je helaas uitzetten. We gaan met Gamer. Ik zie trouwens ondertussen een donatie. Victorio. Die doneert 2,29 euro met de message. Ik had de Brawl Pass gekocht, maar ik had geen code. Ah, dat is jammer, hè. Dat is jammer. Wel nice dat je de Brawl Pass hebt. Volgende keer met code boos, hè. Wordt gewaardeerd. En nog een donatie van Wendy, ook nog 1 euro. Dankjewel daarvoor. Maar we zitten nu met Gamer. Ik zal even knokken voorstellen. Dan gaan we gewoon volop naar het midden, want hij heeft wel wat knokkers redelijk laag. En dan ga ik met Shelly. Gaan we vol gas naar het midden en dan maken we iedereen kapot. Kapot maken we ze. Ik zie trouwens dat we ondertussen bijna 5000 likes hebben. Dus zou even nice zijn als we die 5000 likes kunnen halen aan het eind van dit potje. Eind van dit potje de 5000 likes. Maar we gaan dus volop naar het midden. Dan hoop ik niet dat we meteen allemaal andere teams tegen gaan komen. We hebben in ieder geval 2 krachtpunten. Er zijn andere teams, maar die vechten redelijk met elkaar. Dus dat is eigenlijk wel chill. Oh, dit is lekker. En boom. Oh, dat was een beetje zonde van mijn super. Maar maakt niet uit. We hebben 7 krachtpunten. En we zijn nu sowieso het allersterkste team hier zo. Dus dit gaat wel goed komen. Lekker man. Ik zag trouwens nog een donatie. De C. Oh, de C. Dankjewel voor je 1 euro donatie. Oh, hier zat hij. Oké, top. Oh, hij heeft nog teamgenoot. Teamgenoot, waar ben je? Dat is wel het grappige met bots. Die lopen nooit bij elkaar. Die lopen gewoon ergens random rond in de map. Die lopen gewoon rond en gaan hun eigen gang. Wat ook wel een beetje irritant is. Want ze lopen dan nooit niet lekker dicht bij elkaar. Oh, huh? Dit kunnen geen bots zijn. Want bots lijken me sterk dat dat 2 El Primo's zijn. Ik heb geen idee.
Maar dit zijn nu in ieder geval wel twee bots. Wat? Twee El Primo's bij elkaar en dat zijn dan beide bots? Dat is raar, dat hoort niet. Dat hoort niet, volgens mij. We hebben trouwens de 5000 likes gehad. Dus dikke shout-out aan iedereen die net dat duimpje omhoog heeft gesmashed. Maar ja, dit ging eigenlijk vrij goed. Oké, ik doe nog even één potje met Gamer. Ik zou je trouwens toevoegen als vriend voordat ik dat vergeet. Dan gaan we eventjes snel door. En als we even snel een win halen, dan doen we nog even snel nog één extra potje. Zodat we even mooi wat trofeeën erbij kunnen pushen. Want dat is natuurlijk ook het doel op dit account. Gewoon trofeeën erbij pushen. En als ik met iemand ben die ook even wat weinig trofeeën hebt, gaat dat net wat sneller. Dus mochten we echt heel snel winnen halen, dan doe ik twee potjes. En anders doen we gewoon één potje. Maar hierna maak ik gewoon weer even een nieuwe code aan. En ik zie een donatie van Teun van 1 euro. Dankjewel Teun voor je donatie. Of 1,29 euro, hè, om precies te zijn. Net iets meer. Gamer die zit daar zo bij. Oeh, daar zit een penny. Oh, die gaat nu dood, 100%. Of in ieder geval door mij gaat hij dood, dat hoopte ik. Ik kan in ieder geval hits doen. Ja, die moet ik hebben. Oh, lekker. Oké, ik moet nu even uitkijken hier. Die Nani, die is ook wel irritant. Maar die Shelly is ook irritant. Volgens mij spelen we nu niet meer tegen bots. In ieder geval, ik heb het idee dat deze wel iets beter zijn. Niet heel veel beter, maar wel ietsje beter. Oké, dit is irritant. Oké, boom. Oh ja, wat heel ziek dat ik dit heb overleefd. Oké, moeten even hier uitkijken. Ai. Oké, Gamer, als jij dat even verdedigt, dat zou chill zijn. Oh, lekker. Oeh, dat scheelt niet heel veel. Je merkt meteen als je tegen bots speelt of tegen gewone mensen. Dit zijn dus sowieso normale mensen. Ik zie een donatie van 4 euro met een behoorlijke tekst. Ik zal zo even kijken als het potje voorbij is. Gamer is helaas dood. Ik zal deze even kapot maken. En dan ga ik even wachten op die Jesse. En als hij de bosje inloopt, dan kill ik hem. Dus boom. Oké, nice. Zullen we de donatie lezen? Yo, ik kan wel snel een club maken. Naam is Free to Play Bous. Jij joint en dan maak ik je ook snel leider. Sterk, Santa Brawl Stars. Dankjewel trouwens voor je donatie. Maar ik vind het wel leuk om echt zelf daadwerkelijk die club te maken. En gewoon, ja... Of in principe maakt het niet heel veel uit als hij mij dan vervolgens leiden maakt. Ah, weet je wat? Ik ga het doen. Oh, trouwens, heb ik hem nu toegevoegd als vriend, Gamer? Ja, ik had hem volgens mij wel toegevoegd als vriend. Gamer, shout-out naar jou. we kunnen wel zoeken. Maar ja, dan geef ik niet iedereen een eerlijke kans. Want dan, ja, ik weet niet zo goed wat ik moet doen. Wat vinden jullie? Even free-to-play bouwen. Oh, hier is hij. Hij heeft nu 4 leden. Oh, yo, hij heeft ziek veel trofeeën, bro. Oh, ik heb net ook met hem gespeeld, volgens mij. Dat is wel ziek. Maar we kunnen nu in ieder geval joinen, aangezien ik toch nog niet mee kan doen. Dus ik ben nu gejoind. Free-to-play Bout. Ik zit nu momenteel even in deze club. Misschien dat we in de toekomst nog wel een keer zelf een club gaan creëren. Maar ik zit nu even in deze club. Check dan hoe snel dit gaat. Echt heel bizar. Wat is dit bizar? Oké, nou, ik denk dat de club al vol zit. Is de club al vol? Ja, die zit al vol. Bro, wat een legend zijn jullie. Wat een legend. Ik weet dus niet of ik dus altijd in deze club blijf. Maar we hebben nu op dit moment al gewoon 14... Zitten we nu al in de top 100 met de club? Clubs? Wat? We zitten 236ste van Nederland op dit moment in echt 1 seconde. Bro, dit is echt heel bizar. Heel bizar. Op zich wel grappig dat we nu al een club hebben. Ondanks dat ik dan... Ja, anders moest ik wachten tot level 5. Nou, dat is trouwens ook zo. Maar op zich wel leuk. Maar zoals ik al zei, ik ga niet de hele tijd met allemaal mensen in de club spelen. Maar wel baas. Wel baas. Ja, ik heb het dus al gezegd. Ik ben sowieso niet actief in deze club. Maar wel baas. Oh, ik ben nu voorzitter. Oh, hij heeft mij voorzitter gemaakt. Ja, dat kan natuurlijk ook gewoon. En dan is hij zelf co-voorzitter. Oké, Santa, dikke shout-out naar jou voor het regelen. Dit was inderdaad een goed idee. Maar ik ga weer even teamcode creëren en dan kunnen weer mensen meedoen. Dat blijf ik wel doen. Ik ga niet in livestreams mensen uit mijn club voortrekken. Want ik wil iedereen gelijke kans geven. En anders heeft de rest van de stream geen kans. Die mijn club helaas niet heeft kunnen joinen. Dus vandaar dat ik gewoon op deze manier het doe. Want er zijn veel meer mensen aan het kijken dan die in de club zitten. We zitten nu met Pieke 2. Huh? Zaten we net ook niet met Pieke te spelen? Alleen dan was dat een derde account of zo? Ik heb geen idee. Hij heeft in ieder geval chat uitgeschakeld. Nou oké, hij heeft mazzel. Ik zal je even als vriend toevoegen. Maar misschien dat het ook wel iemand anders is. Ik weet niet. Ik ga Jackie voorstellen.
Aangezien hij die nog mooi op 0 trofee heeft. Dus dat is wel chill. En dan gaan we ownen. En dan hebben we bijna 100 trofee. En bij de 150 kunnen we knokbal doen. En dat is wel chill. Want als we eenmaal knokbal kunnen doen, dan kunnen we even wat sneller pushen. Want dat gaat wat sneller als solo. Ja, eigenlijk kan je edelstenengraai ook beter doen om echt snel te pushen. Maar ik vind edelstenengraai, zoals ik al net zei, niet de chillste game mode om te pushen. Oké, dit gaat wel lekker. Misschien dat hij in de hoek ook nog ligt. Dus ik ga even voor de zekerheid checken. En dan ga ik naar het midden. No, die zijn al weg. Die zijn al weg. Oké, dan kunnen we naar het midden. Er zijn ondertussen 16 mensen aan het kijken. Dat komt natuurlijk omdat dan nu allemaal clubgenoten zijn. Oké. Oh, nice. Nice. Die wil ik nu hebben. Ja, top. Oh, die Barley en die Rosa. Oh, dit zijn nog sowieso bots. 100%. Kijk, dat is heel chill spelen. Let's go. Hier zit ook nog Rosa. Dan moeten we nu al... Oh, dat was het al. Nice. Daar hebben we weer 9 trofeeën erbij. En dan zitten we nu bijna op de 100. Pieken, omdat ik denk dat ik al een keer met jou heb gespeeld, ga ik nu wel helaas door. Ondanks dat we heel snel hebben gewonnen. Wel, shout-out naar jou. Shout-out naar jou voor het meedoen. Maar nieuwe teamcode creëren. En dan gaan we weer door. Je hebt een doos. Heb ik een doos? Oh ja! Ja, ik heb een doos. Ik was er helemaal overheen gekeken. We zitten met Pjaardappel 2. Die heb ik al gespeeld. Dus we doen even nieuwe. Julian, die heb ik ook al. En Leon. Sorry jongens als ik jullie zo snel kick, maar ik wil nieuwe mensen een kans geven. Ik heb je een vriendschapzoek verstuurd, want dat zou ik bij iedereen doen, dus dat doe ik ook bij Leon. Maar laten we die knokdoos even openen. En dan kunnen we binnenkort misschien weer een grote doos openen. Alleen denk ik niet dat dat in deze stream gaat lukken. Maar let's go. Twee resterende items, nou. Nah. Ja, uit de knokdoos is de kans ook wel heel klein hoor, dat je een nieuwe knokker krijgt. Ja. We zitten met Leon en op zich, ik denk dat Max wel prima knokker is. Edgar. Oh, die heeft hij nog laag. Ik zal Edgar voorstellen. Dan gaan we gewoon naar het midden rushen. En hij heeft hem ook gewoon kracht level 6. Dus dat is wel nice. Wel gelukt met tweede account. Ja, dat is wel nice. Dat is wel nice dat een aantal van jullie er gewoon rekening mee houden om met de tweede account te joinen. Want dan hebben we iets grotere kans om te winnen. Helemaal omdat we natuurlijk wat laag zitten. En dan kunnen we even wat snel omhoog pushen. Wat is je club? Ja, het heet nu Free to Play Bouse. Zo heet de club waar ik nu in zit. Maar ik ben dus niet actief in die club. Ik zit er wel in met mijn free-to-play account. Maar ik ben dus zelf niet heel actief. Dat moeten jullie dus wel begrijpen. Hè? Maar ja, als je het leuk vindt om gewoon dan alsnog te joinen. Dat is natuurlijk helemaal prima. Maar hij zit al vol. Misschien dat er af en toe wel een plekje vrijkomt. Dat kan natuurlijk wel. Oké, hier zat nog een El Primo. Ik zal even helpen. Oh, hier zat nog een El Primo. Die kunnen we ook hebben. Lekker man. Gaan we die ook vrij spelen, die kistjes. Vrij spelen. Openen. En dan hebben we nu alweer 7 krachtpunten. En dan gaan we weer heel makkelijk winnen. Dan hebben we zo meteen de 100 trofeeën. Dus dat is lekker. Oké, boom, boom, boom. Yes. En dan was daar nog één Barley. Ik denk dat hij nu ook doodgaat. Lekker man. Goed gespeeld, Leon. En dan hebben we nu de 100 trofee. Volgens mij kregen we token te dubbelaar. Of hebben we nu geen 100? Jawel, we hebben wel de 100. Ik wou net zeggen. We krijgen nu token verdubbelaar. En daarna kunnen we knokbal gaan doen. En daarna spelen we opdrachten. Ja, die moet ik ook echt vrij spelen. Misschien dat we rond de boel... En misschien dat we al opdrachten kunnen vrij spelen. Dat zou mooi zijn. Oké, ik doe nog even één potje snel met Leon. En dan gaan we door naar de volgende. En dan ben ik benieuwd of we deze ook weer zo snel kunnen winnen. En dan heb ik mijn eerste knokker op de 100 plus trofeeën. Dat is toch wel heel bizar, hè? 100 trofeeën. Wie had dat ooit gedacht? Oh, ik zal wel even helpen. Yes, top. Dat is toch wel even heel makkelijk wat punten, wat krachtpunten erbij. En volgens mij, boven de 100, dan ga je wel, zeg maar, geen bots meer tegenkomen. Zit hier? Oh, is dat gewoon een team met twee pokko's? Of dan zijn dit geen bots, denk ik. En ja, nou, dat was niet heel slim van jou. En dat was ook niet slim van de Shelly. En boom. Oh joh, dit was heel easy. Oké, top. Dan is dat mijn eerste knokker boven de 100 trofeeën. Dus dat is nice. Zitten we nu op de 115 trofeeën. Leon, dankjewel voor het meedoen. Ik heb je als vriend toegevoegd, dus dat hoeft niet meer. Dikke shout-out naar jou, Leon. En dan gaan we nu zo meteen door. Ik wil even knokbal vrij spelen. Dus we gaan nu weer even tempo maken. Ik heb helaas geen punten meer om hier extra dozen vrij te spelen. En de eerste doos hier, die krijgen we echt best wel weer verderop pas. Maar we kunnen wel binnenkort boel vrij spelen. Dus dat is wel nice. We krijgen een 2 euro donatie. Oh, dat gaat nu naar die scherm.
Je bent echt een legend, Gamebo's. Love naar jou. Thanks. Thanks, thanks, Michael. Shoutout naar jou. Je bent zelf ook een legend. Van dat denk ik, ken je niet persoonlijk, maar ik ga er gewoon vanuit. Mijn hoofdaccount is 18.000. Oké, dat dacht ik inderdaad al. Want heel veel zit op het tweede account. Maar we gaan door naar de volgende. En dan gaan we weer even de teamcode creëren. Dus jullie kunnen joinen als jullie dat willen. Wat is de teamcode? Die laat ik dus af en toe even in het scherm zien. En dan kan je dat joinen. Dit zijn dus allemaal clubgenoten die hier nu online zijn. Dat zijn er wel redelijk wat. We zitten met Golasso! Golasso! Hij heeft gewoon rank level 30 B. Dat is wel ziek. Die probeer ik op mijn hoofdaccount ook nog te halen. Als er een keer een goede map is, ga ik hem weer proberen te pushen. Ja, nou, dan hoop ik dat deze week nog een keertje gaat gebeuren. Heb je ook lage knokkers? Dat heeft hij gelukkig wel. Oké, dat is chill. Knok voorstellen. Ik denk... Colette is prima. En dan... Weet je wat? Dan ga ik ook even andere. Dan ga ik even cold wezen. Dat vind ik wel leuk. Gaan we nu even gewoon even anders spelen. Wil je zeggen, Jort moet naar bedje toe? Wat? Oké. Okay. Nou, ik heb het nu wel gezegd. Oké, okay, maar let's go. Let's go. Colette met cold. Even snel een potje winnen. En als we eenmaal knokbal hebben vrijgespeeld... Dan kunnen we echt heel snel richting die 300 trofeeën gaan. Want ik moet echt die opdrachten vrijspelen. Want als je eenmaal opdrachten hebt vrijgespeeld... Dan kan je snel omhoog gaan op zo'n account. Want nu kan ik zeg maar... Nu is het zo van... Ja, ik wil wel graag opdrachten doen. Maar ik kan ze niet doen. Dus dan kan je al die kistjes en al die rewards die je dan kan krijgen bij de Brawl Pass... Die speel je dan veel moeilijker vrij. Want nu heb je gewoon 200 punten en daar moet je het mee doen per dag. Zit daar in de hoek nog wat? Ja, inderdaad. Kijk, daarom check altijd die hoek. Er liggen heel vaak kistjes. En dat is nu ook het geval. Nog een donatie. Ik zag trouwens nog een donatie van Michael. Nu net ook nog van een euro. En Santa Brawlsters ook doneert 5 euro. Dankjewel. Ik zou zo meteen even naar je berichtje kijken. Want ik wil nu even nog geconcentreerd spelen. Oké, okay, top. Dan kunnen we nu wel even naar het midden. Oh, daar zit een Nita daar zo. Die kunnen we wel hebben. Ja, top. En daaronder zat een Poco. Die kunnen we ook wel hebben. En gaat dat goed met die Rosé? Oh, lol. Ik mis echt al mijn shots. Dat was wel een beetje heftig. Oké, okay, maar er moet nog één iemand ergens in het midden zitten. Als het goed is. Of hij loopt ergens aan de zijkant rond. Dat kan ook. Ik zal even hier langs gaan. Bro, waar zit hij? Oh, hij liep wel ergens in het midden. Oh, die Rosa. Ik zal even mijn super inzetten. Boom. En dan zit die andere daar rechtsboven. Ik zag hem. Oh, ja. Zit er inderdaad. Lekker, Golasso. Easy win. Wat had Santa erbij gezet? Santa hier weer. Club gaat lekker. Zou je mijn YouTube willen zeggen, zodat ik kan groeien? Hashtag Bows Army. Ik denk dat Santa dan zijn Santa YouTube ook Santa Brawlsters is of zo. Weet ik niet zeker. Oh ja, YouTube, Santa Brawl Stars. Nou, oké, okay, je hebt mazzel, jongen. Je krijgt een shout-out. Maar we gaan nog even één potje doen met Colasso, omdat het zo snel en goed ging. En daarna ga ik weer even een nieuwe code maken en dan kunnen weer andere mensen meedoen. En dan gaan we natuurlijk weer even doorpushen. Lagen onder volgens mij ook kistjes. Ik zal even hier wat hits doen. Volgens mij zag ik hieronder namelijk kistjes liggen. Ja, inderdaad. Oké, okay, top. Dan hebben we 3 krachtpunten. Dat is chill. En dan kan ik nog even kijken misschien rechtsboven. En is dat wel een heel eind weg. Maar ik denk dat het team boven daar niet naartoe is gegaan. Oké, okay, Colasso heeft daar een kill, dus dat is chill. Ik check het gewoon voor de zekerheid. Je weet me nooit. Straks liggen er 4 kistjes. En dan heb ik eeuwig spijt van dat ik die 3 kistjes niet heb geopend. Of heb gepakt. En lagen er 2. En ondertussen hebben we al bijna weer gewonnen. En we toch nu hebben een mooie 9 krachtpunten. Ik kom eraan, Golasso! Ik kom eraan. Ik moest even wat kistjes pakken. En ondertussen maakte hij het af. Eigenlijk hoef je dit niet eens te doen, die kistjes pakken. Want die bots zijn zo slecht dat je sowieso wel wint. Waar is die andere bot? Oh, die zit daaronder. Nou, dan hebben we gewonnen. Oké, let's go. Dat betekent dat we nu mooi wat trofeeën erbij hebben. Golasso, thanks voor het meedoen. Hij moet gaan. Nou, dat is ook prima, want ik moest ook gaan. Ik ga door naar de volgende namelijk. GG. Jij ook. We creëren een nieuwe teamcode en nog 2 potjes winnen. En dan hebben we eindelijk knokbal. Let's go.
We hebben gewoon knokbal vrijgespeeld. Dan moet ik gewoon strijden hier. Ik moet gewoon strijden om knokbal vrij te spelen. Dat is wel raar om eerlijk te zijn. Pieke. En dit is zijn hoofdaccount. Pieke, sorry jongen, maar ik heb al echt heel vaak met je gespeeld. Dus helaas, en je hebt me ook al een paar keer... Elmo, oké, Elmo. Heb je mazzel. Interboy, dan gaan we met jou spelen. En hij heeft best wel wat knokkenslaag. Dus dat is heel lekker. Dat is heel lekker. Daar ben ik heel blij mee. Byron is OP. En eigenlijk zijn alle knokkers wel OP. Ja, weet je wat? Jackie, dan kan je lekker naar het midden rushen. Of Bull, ik doe wel Jackie, want die heeft die onder de 100 trofeeën. Dan gaat het gewoon lekker snel. Doen we nog even wat potjes. Nog twee keer winnen. En we hebben knokbal. En dan gaan we echt, hard poetsen. Dan gaan we als een raket, jongen. Maar ja, knokbal push je vooral echt hard op het moment dat je met allemaal spelers onder de 100 trofeeën zit. Op het moment dat je knokbal pusht op 300 trofeeën bijvoorbeeld, dan gaat het al een stuk minder snel. Dus ik hoop eigenlijk dat ik zo meteen aan allemaal wappende spelers, of dat jullie met accounts joinen die niet zoveel trofeeën hebben. Maar ja, dat zien we dan zo meteen wel, hè, als we knokbal hem hebben vrijgespeeld. Maar inderdaad, hier lagen weer twee kistjes. Ik zei het toch, hier liggen altijd kistjes in deze hoek. Maximaal 4, maar meestal liggen er wel 2 of zo. En ondertussen, Interboy is lekker bezig in het midden. Die killt daar nog even een Shelly. Oeh, die Rosa, wat gaat die doen? Die kunnen we nu hebben. Ja, lekker. Moet ik wel even een beetje uitkijken. Die Poco, die zit er nog, inderdaad. Maar die gaat nu bijna dood, maar ik ook bijna dood. Dus moet even een beetje uitkijken. Want ik moet natuurlijk ook overleven. Die Shelly, die gaat nu dood. En die Poco kan die ook hebben. Top! Dan zitten we alweer in de top 3. En dat is trouwens het chillen op dit niveau. Ook al word je derde, je krijgt nog steeds plus trofee. En die kunnen we ook hebben. Ja. En die El Primo. Die gaat nu ook dood. Ik weet alleen... Oh. Ik wou net zeggen, ik weet niet waar zijn teammate was. Maar dat maakt ook niet uit, want die was er niet eens. Dan doen we nog even één potje snel met Interboy. En dan hebben we knokbal vrijgespeeld. Hé, wat hebben we nu? Dit is een level 5 pakket. Maar ja, die mag ik niet kopen. Ik mag hem niet kopen. Ik mag niks op dit account kopen. Het is free to play. Oh ja, Interboy moet je even toevoegen als vriend. Voordat ik het vergeet. Ah, dat dacht ik al. Interboy heeft ook een hoofdaccount met 30k. Ja, dat heeft bijna iedereen. Zeg maar, dat heeft niet iedereen. Maar zeg maar, heel veel waar ik nu mee speel, die zitten op hun tweede account. Oké, nou, Interboy, ga jij naar het midden? Ik ga weer even boven kijken. Of er kistjes liggen. No! Wat? Er ligt gewoon niks. Normaal gesproken ligt er altijd wat. En nu ligt er niks. Dat is wel weer jammer, hè? Ik ben diep teleurgesteld in Brawl Stars nu. Oké, maar we hebben alsnog 4 krachtpunten, dus dat is helemaal prima. Ik zal even helpen. Nice. En dan gaan we alsnog als een raket. Oké, nou, hier, die kunnen we ook hebben. Yes. Oh, ik zal even mijn super aanzetten. Yo! Dan is hij ook dood. En dan hebben we hierna knokbal vrijgespeeld. Dat is wel lekker. Dan vanaf dan kunnen we echt een beetje gaan pushen. Interboy. Die gaat die Rosa wel kunnen pakken. Ik denk dat zijn teammate daar ook ergens loopt. Ga ik vanuit. Ik vind Colt trouwens wel nog chill spelen op laag, zeg maar, krachtlevel. Sommige knokken zijn echt niet goed. Maar Colt, daar kan je nog mooi afstand houden. En hij doet, als je een paar hits raakt, nog best wel veel damage. Ook al heb je Mito heel hoog level. Dus ik denk dat ik Colt nu ook even naar de 100 ga doen. Had ik er vanaf trouwens ook welke knokbalmap er is. Want daar heb ik niet echt op gelet. Oh, daar ergens moet die teammate... Oh ja, daar is die teammate ook. Yay! Easy! Yay, we hebben knokbal vrijgespeeld. Dus dat betekent dat we nu op de 150 trofeeën zitten. Op mijn free-to-play account. Dat is toch wel even heel nice. Interboy, dankjewel voor het meedoen. Ik ga nu in ieder geval jou weer verlaten. Maar dan hebben we dus nu knokbal vrijgespeeld. Dat is toch wel even nice. En het volgende team evenement bij de 800 trofeeën... Oh, trouwens, bij de 800 trofeeën spelen we beide vrij. En vanaf de 1000 trofeeën kunnen we kandidaat van de dag doen. En mocht ik ooit een keer een knokker halen op maximaal level... is het misschien ook leuk om krachtspel te doen. En speciale evenementen speel je vrij vanaf de 350. Maar ja, we moeten eerst even opdrachten vrij spelen. En natuurlijk Bull, dat ook. Maar we kunnen knokbal doen. Knokbal, dat is chill. Oh, dat is in deze map. Ik weet niet eens of Colt dan echt geschikt is... Eigenlijk is Shelly dan wel goed. Maar hangt vanaf. Als ik met mensen zit die hoog trofee hebben, dan ga ik met Shelly. Als mensen wat lager hebben, dan ga ik met Colt. Kick de 100ste van de club, zegt Lionel van,
van de Vonder. Nou, ik ga voorlopig geen mensen kicken in deze club. Deze club is echt puur voor de fun. Weet je, het is gewoon puur zodat mensen voor de grap kunnen joinen. Het is niet dat ik echt hier heel hoog mee wil komen in de ranglijst of zo. Maar ondertussen, volgens mij, wordt dat ondertussen al wel gedaan. Volgens mij is iemand anders al bezig om mensen te kicken en de club hoger te krijgen. Hoe hoog staat onze club ondertussen dan? We staan bijna in de top 100 van Nederland met deze club. Wat? Wat? Dat is wel insane. Maar ik zal even een teamcode maken en dan gaan we even knokbal doen. Maar ik ga dus zelf geen mensen kicken. Dat is niet zeg maar mijn bedoeling. Eigenlijk is dit account gewoon meer voor de fun. En die club is leuk, maar echt heel veel toevoeging heeft het eigenlijk niet. Ga proberen de club zo hoog mogelijk te krijgen nu. Ah, het zou wel grappig zijn als we de top 100 kunnen halen. Dat zou wel grappig zijn. Maar ze hebben nieuwe... Oh, Shadows! Baas. Moet Shadows natuurlijk even als vriend hebben. En we zitten ook met gekke Willy. Maar die heeft... Oh, dat is wel nice. Hij heeft ook een free-to-play. Oh, hij zit in mijn club. Haha, baas. En Shadows zit natuurlijk in de gewone Bout Army. Daar doe ik vooral minigames mee in de Bout Army. Ik ben niet super actief in de Bout Army. Maar vaak doe ik wel een paar keer per week minigames in de Bout Army. Maar ja, Shadow, oh, die heeft Colonel Rust. En gekke Willy, ik zal even kijken. Ja, wat is handig. Ja, op zich, Karel zou kunnen, Brock zou kunnen. Ik zie trouwens een donatie van 3 euro. Kolu Games NL. Kan je een shoutout doen naar ons YouTube kanaal? Nou, je hebt eigenlijk zelf al een shoutout gedaan, want het stond gewoon in het scherm. Colly Games NL, alvast bedankt. Shoutout naar jou, jongen. Maar ik zal Gil even voorstellen. Je kan vanaf 150 trophies community map spelen. Slow and steady, huh? Hoe kan dat dan? Of is dat een fout of zo? Nou, ik kan het in ieder geval niet. Oké, maar let's go. We kunnen trouwens beter even met Shelly. Aangezien Shadows toch Colonel Ruffs op 400 trofee heeft. Kan ik net zo goed met Shelly gaan spelen. Maar ja, dan komen we nu wel tegen mensen die niet heel... Ja, die zijn wel een stuk hoger als wat ik ben. Dus het gaat wel iets lastiger worden. Maar we gaan ons best doen. We gaan ons best doen. Shadows is ondertussen een dik verhaal aan het typen. Ik denk dat hij nu aan het uitleggen is hoe je op 150 trofee de community map zou kan spelen. 20.000 of 2... Wat hebben we? Abonneer op Joran, ik maak nu een video. Dit is zo... zitten we nu in de top 100 trouwens al met de club? Ik zal eens kijken. En NL Kelsey Gamer doneert 1 euro. Thanks voor je donatie. Maar hij loopt een beetje vast bij mij. Ik kan niet iets terug... Oh, nu wel. Maar ik kan niks zien qua klassement. Nou, is niet anders. Wat zei Shadows? Kan zo wel laten zien. Huh, mijn chat is glitched. Ja, maar Mike, ik kon ook niet klassement. Kijk, hij loopt bij mij hier ook vast. Bro, wat is deze? Wat is deze? Loopt hij bij jullie ook vast? Nou, we kunnen in ieder geval even een potje doen, maar... Ik druk nu op, ik ben klaar. Maar er gebeurt niet. Loopt hij bij jullie ook vast, Brawl Stars? Wat gebeurt er? Let's go. Oh, nu ben ik wel klaar. We gaan zo meteen even kijken hoe we ervoor staan met de club. Als Shadows ook... Ja, oké, we gaan beginnen. Volgens mij... ik weet niet. Hij lekte gewoon een beetje het spel. Ik weet niet helemaal wat er aan de hand was. Oké, let's go. We zitten tegen een Frank... Mortus. Oi. Dit begint niet heel lekker. Oh, dit begint helemaal niet lekker. Moet hier even hits doen. Ik zal even helpen. Ja, top. En ik ben bang dat die Frank nu zijn super heeft. Oh, die heeft hij nu inderdaad. Oké, die heeft hij inderdaad. Ik ga even die Frank wegpushen. En nog 1 hit. Oké, top. Woe! Dat ging nog maar net goed. Oké, nice. Misschien dat we nu al kunnen scoren. Dat zou mooi zijn. Er is een Sprout, maar die Frank die heeft ze super. Eigenlijk moeten we even die super uitlokken van die Frank. Dat zou mooi zijn. Oh, lekker. Goed ingezet. En wat gaat er nu gebeuren? Ja, nice. Oh, lekker. Goed gespeeld. Oh, dit ging wel ziek. Het zou toch ziek zijn als we nu gewoon kunnen winnen hier op dit niveau. Want dit is wel redelijk een niveau. Oké, top. Die Frank heeft zijn super verspeeld. Dus dat is chill. Ik zal even op mijn super ook inzetten. Dan heb ik hem sowieso dood.
En dan kunnen we nu eigenlijk denk ik al gaan scoren. Denk ik. Oh no! Stomme Sprout. Ik ga jou nu killen. Stomme Sprout. Allemaal jouw schuld. Ik kan trouwens hier even... Ja, top. Ik wou net zeggen, ik kan met mijn super even daar de boel kapot maken. Easy game. Let's go. Dit ging eigenlijk best wel goed. Dit ging best wel goed. Maar een gekke Willy. Shadows, bedankt voor het meedoen. Ik ga nu weer door naar de volgende. En dan gaan we weer even een nieuw potje doen. Moet ik het laten zien? Doen we een andere keer. Want ik denk dat het wel redelijk wat werk is. Andere keer. Want in principe, je kan ook geen trofeeën erbij krijgen in community maps. Het is wel handig als je helemaal opdrachten hebt. Maar ik kan nu op dit moment geen opdrachten doen. Dus voor nu is het prima. Doen we wel een andere keer. Kan binnen no time. We kunnen trouwens ondertussen eventjes kijken naar clubs. Hoe we ervoor staan. We staan 81ste, bro. Wat? Dat is wel echt heel insane. Free to play pauze. Dat is toch heel bizar. Maar we krijgen nog een donatie. Loannes, dankjewel voor je 2 euro donatie. Ik heb op mijn tweede account rank level 25 Shelly. Dat is wel baas. Dat wil ik eigenlijk misschien ook op dit account krijgen. Dat we uiteindelijk gewoon een rank 25 knokken gaan halen. Denk dat dat wel te doen moet zijn. Dan moet ik eigenlijk gewoon heel erg doorpushen met Shelly. Oh shit, ik heb nu Shadows gekikt. Misschien was hij aan het uitleggen. Shadows, als je dit ziet, sorry. Maar dan kan je dat binnenkort een keer uitleggen. Code is weer gedeeld. We zitten trouwens, Mr. Deze guy, die zit ook gewoon in free-to-play bouws. Hij heeft gewoon vet veel trofeeën. Best wel veel overwinning ook. Ook vet veel rank level 30's. Dat is wel baas. Ziek. Maar we zitten met pieken. Daarmee heb ik al 100 keer gespeeld. Nee, dat is overdreven. Maar Leon, ik heb hem. Ik kan het heel makkelijk checken. Als ik een vriend heb, ik zal even vriend toevoegen. Dan heb ik al met je gespeeld. Maar met jullie nog niet. Dus dan gaan we nog even met jullie spelen. Leon, nice. Hij heeft Leon en die heeft hij niet eens hoog. Dat is heel chill. En die heeft hij ook gewoon kracht level 5. Dus dat is nice. En... Oh, hij heeft ook niet zoveel knokkers. Dus dat is eigenlijk wel chill. Ja, nou, Colt is helemaal prima. Helemaal prima. Dan gaan we als raket. Chat is uitgeschakeld. Nou ja, dan gaan we gewoon spelen. Zeg mijn naam, Victoria. Leuk dat je aan het kijken bent. Hoi Joran, zegt Jerry. Dan zeg ik, hey Jerry. We hebben trouwens ondertussen bijna 6000 likes. Dus het zou mooi zijn als we dat nog even kunnen aantikken. Even snel een slokje water en dan gaan we met die banaan. Leon, je gaat wel een beetje snel dood. Wel baas, dan heet je Leon en dan heb je ook Leon. Gaat nog niet heel lekker. Ah, help! Oké, ik moet hier even weg. Ja, we moeten nu even die Sprout killen. Oké, top. En dan kunnen we hem bij nu even pushen. De Leon, je moet... Oké, dit is even balen. We moeten gewoon lang leven blijven. Oké, top. Ja, nice. En nu kan ik met mijn super kan ik wel wat. Oh, die Sprout is wel gevaarlijk. Oh, lekker. Lekker gespeeld, Leon. Ik zal even die muur weghalen. En dan, Leon, kan je die bal binnenlopen? Oh, net niet. Ah, dat is jammer, Oké, ik moet even hier in de verdediging. Ik ga hier even weg. En dan blijf ik hier gewoon. En dan als iemand komt, dan in één keer kom ik tevoorschijn. Ik ga nu op die Sprout. En dan mijn super. Oh, net te laat met mijn super. Anders had ik misschien die Sprout en die Colonel Ruffs gehad. Dat zou wel ziek zijn geweest. Oh, trouwens, Bowser reed die gewoon. Dat is wel nice. Dat ik niet eens door. Maar misschien dat we nu... Oh, dat is wel een beetje irritant. Nu kunnen we hier niet langs lopen. Ik zou even die bal passen. Oh, ja, hoe Leon het doet, kan het natuurlijk ook. En gaan we nu al scoren. Zo even, boom. Ja, nice. Kijk, dat is zo'n goede trick met Shelly. Op het moment dat je een muurtje hebt en je kan niet scoren door de gewone pad. Je moet gewoon schieten. En dan met je super vervolgens dat gat maken. Zorgen dat je daar dan op die manier langskomt. Oké, top. Dit is ook goed. Ik denk dat we ook dit wel weer gaan winnen. Even hier uitkijken. En dan kunnen we hier nu de boel even killen. Ja, nice. Dan heb ik weer mijn super. Dus dat is ook lekker. Nu alleen even uitkijken. Leon, kan je scoren? Nee, helaas niet. Maar als ik die bal nu kan krijgen, dan kan ik misschien scoren met mijn super. Ja, nice. Hoppa, dat was toch even een lekker potje gespeeld van mezelf. Al zeg ik het zelf. Ja. Sowieso. Dan hebben we nu alweer de 124 trofeeën. Bowser en Leon, dank jullie wel voor het meedoen. We gaan weer door naar de volgende. Want ik wil zoveel mogelijk de mensen de kans geven. Dus ik geef weer nieuwe mensen de kans. Dus jullie kunnen joinen.
Mag ik meedoen met de volgende ronde? Zegt Kelly. Ja, ik doe de hele tijd random mensen. We hebben trouwens 6000 likes. Dus ziek nice. Maar inderdaad, ik doe elke ronde doe ik gewoon weer met nieuwe mensen. Dus dan, ja, dus je hebt gewoon kans dat je mee kan doen. Maar dat hoeft niet zo te zijn dat je ook daadwerkelijk mee kan doen. Gewoon de mensen die als eerst joinen. We zitten nu met Kaasbol en Shadows 2. Dus dat is wel lijp. Dat zijn gewoon clubgenoten. Kaasbol is clubgenoot. En Shadows natuurlijk ook, maar die zit op zijn tweede account. Weet je wat? Ik laat het even. Ze mogen nu allebei meedoen. En we moeten op hoog niveau spelen, want Kaasbol heeft al zijn knokken zo hoog. Trouwens, ik zag nog een vraag in de chat. Lars, die zei net, wat betekent free-to-play? Nou, free-to-play, oh nee, F2P. Nou, dat betekent dus free-to-play. Gewoon dat je niks betaalt, dat het gewoon gratis is, zeg maar. Daar komt het op neer. Maar ik ben heel benieuwd wat hier terecht van gaat komen. Want Kaasbol, die heeft al zijn knokken zo hoog. De laatste is Colette. En Shadows heeft gelukkig wel wat knokkers lager. Dat scheelt. Maar het gaat alsnog heel pittig worden. Ik denk dat Spike inderdaad een goede optie is. We gaan het zien, we gaan het zien. Shadows 2 is mijn zusje. Wat? Ja, nee, natuurlijk niet. Ja, stiefzusje, bent er niet. Oké, nee, we gaan beginnen, we gaan beginnen. Let's go. Ik denk alleen wel dat dit een behoorlijk pittig potje gaat worden. Want we spelen op de bijna 700 trofeeën. En Shadows en ik hebben allebei een knokker die allebei qua krachtlevel behoorlijk laag is. Dus vraag me af of wat hier van terecht gaat komen. Maar we gaan het zien, we gaan het zien. We kunnen natuurlijk op deze manier nog steeds winnen. Was die Leon nu dood? Nee, die is nog niet dood. Die is nu wel dood. Oh no! No, 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 no. Ah! Ik dacht echt dat we die bal nog weg kunnen halen. Als die bal naar boven was gegaan, dan hadden wij die goal kunnen maken. Dat is nu helaas niet gebeurd. Ik heb wel bijna mijn super, dus dat is wel nice. Moet even uitkijken. Ja, top. Dan is toch weer even één kill. Oh, die kunnen we wel hebben. Oké, nice. Nice, nice, nice. Nu kunnen wij eindelijk een beetje pushen. Al mocht die Mortis nog een keer naar me toe jumpen, dan kan ik mijn super inzetten. Dus dan gaat die Mortis dood. Of sowieso als eentje hierin komt lopen, dan heeft hij een probleem. En boom, 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 boom. Nu bal passen. Ah, bal passen. Oh, no. Oké, hier mijn super. En nu moeten we toch kunnen scoren, zou je denken. Oh, no. Ik heb geen idee wat er nu boven gebeurt. Gaat er gescoord worden? No. No, 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 no. Dit is heel erg jammer, dit is heel erg jammer. Oké, maar we zitten dus ook tegen spelers die gewoon maximaal level hebben. Die Colt is maximaal level, die Leon is maximaal level en die Mortis ook. Dus dat is wel een beetje oneerlijk. Maar op zich vind ik dat we het nog steeds best wel goed doen. Ondanks dat wij veel lager level zijn. Oké, we kunnen nu hier misschien een kill maken. Ja, top. En dan heb ik mijn super, die heb ik nog over. Oh, nice. Ik heb mijn super niet eens nodig. Die kan ik nog houden ook nog. Nice, oké, dan staan we weer 1-1. Oh, dit is wel echt een spannend potje. Dit is echt een spannend potje. Oké, maar we gaan doorstrijden. Ik ga even hierheen. Mocht die Mortis in één keer die bal pakken. Kaasbol. Oh, hier is de Leon. Oké, top. Nice, Kaasbol scoort. Oh, wat een game. Wat een game. Heb ik wat gemist? Vraag ik Ridder Lennon. Nou, je hebt zeker wat gemist, jongen. Ik heb gewoon 4 nieuwe knokkers gekregen in deze livestream. Ik heb namelijk, moet je nagaan, Cold Barley niet aan Poco gekregen. Dat is toch bizar. Wat een knokken ze. Nee. Nee, maar we zijn gewoon lekker aan het pushen. En het gaat op zich prima. We zitten nu op de 175 trofee. Dus dat heb ik al wel bijgepusht in deze stream. Ik wil eigenlijk een beetje rond de 200, 250. In ieder geval dat we die bol vrij spelen. En dan kunnen we in de volgende livestream opdrachten gaan voltooien. Dat wil ik eigenlijk dan. Dank je, Joran. Je bent de beste, zegt Victoria. Volgens mij denk ik net de shout-out naar Victoria. Of zeg mijn naam. Volgens mij vroeg ze dat. Maar we gaan door naar de volgende Kaasbol Shadows. Dank jullie wel voordat jullie hem meededen. Vorige week... Heel lekker. Ik heb geen idee wat ze allemaal aan het bespreken zijn. Maar ik ga door. We gaan door naar de volgende. Ik ga een nieuwe teamcode creëren. En dan kunnen jullie weer meedoen. En dan hebben we Michelle toch al lekker hoog gepusht om eerlijk te zijn in één stream. Want we zijn nu... hoe lang zijn we eigenlijk bezig? We zijn nu iets meer dan een uur bezig. 1 uur en 9 minuten om precies te zijn. En we hebben Shelly toch al behoorlijk op de... Ja, op de 132 trofeeën. Kaasbol, pieken. Dank jullie wel voor het joinen. Maar ik moet jullie helaas kicken. Pjaardappel 2. Heb ik daar niet al mee gespeeld?
Ik heb hem in ieder geval niet als vriend. Dus dat betekent dat ik hem nog niet heb. Oké, nou, ik ga jullie als vriend toevoegen. Ja, ik weet het niet. Ik heb wel met de pjaardappel gespeeld. Maar het kan natuurlijk ook iemand zijn die de twee die dezelfde naam heeft. Ja, oké. Nou, hij mocht het dezelfde zijn, heeft hij mazzel. Ik ga even knokkers voorstellen. Dit is chill, want ze hebben allebei wel redelijk lage knokkers. Ik doe wel Brock. Ja, Edgar is helemaal prima. Als Eline Brock kan kiezen, dat zou top zijn. Die vindt het helemaal mooi. Waarschijnlijk zitten jullie dan helemaal thuis te spammen en die code super snel in te vullen om te kijken of je mee kan doen. Dat is wel lastig, want er zijn gewoon 5000 meer mensen dan 5000 mensen aan het kijken. Dan is het wel natuurlijk lastig om dat voor elkaar te krijgen. Gaat dit goed? Gaat Eline scoren? Oh, nou, ja, het appel die gaat scoren. Nice, nou, dat ging mooi snel. Ja, dat gaat mooi makkelijk. Ik zal weer even naar deze kant gaan. En wat gaat die bol doen? Oh, die zit hier achter daar zo. Dat is wel chill. Boom. En dan kunnen we nu scoren. Nice. Colin Games, dankjewel voor je 3 euro donatie. Die had net... Colin Games. Had hij net ook al gedoneerd? Of was dat weer iemand anders? Jawel. Nee, dit is Colin Games. Die deed net een shout-out. Maar toen had hij net zijn naam verkeerd gespeld. Shout-out naar jou, Colin Games. Maar we gaan nog even snel nog één potje. We zijn trouwens rank level 10, dus dat is nice. We hebben 100 sterpunten. Mijn eerste sterpunten die ik heb verdiend. Of, wel. Ik wou net zeggen. Oh, nice. We hebben een grote doos. Oh, dat is heerlijk. Als je knokkers rank level 10 hebt, dan ga je dus zeg maar ook natuurlijk extra punten vrijspelen. Dus misschien moet ik proberen allemaal knokkers rank level 10 te krijgen. Ik ga denk zo meteen even cold pushen. Maar we kunnen een grote doos openen. Let's go. Wat gaan we krijgen? Ik hoop dat we nu een nieuwe knokker gaan krijgen. Dat zou toch echt insane zijn als dat gaat lukken. We gaan erachter komen. Wat denken jullie? Gaat er een nieuwe knokker in zitten? Of gaat er geen nieuwe knokker in zitten? We gaan erachter komen. Ik ga hem nu openen. Dan moet er natuurlijk wel een resterende item zitten. Er zijn nu 2. Dan kan het nog steeds zo zijn dat we iets gaan krijgen. Ah, no. No. Iedereen die net zei dat ik een knokker ging krijgen. Jullie zaten weer allemaal fout. Ik heb het ook fout. We kunnen wel even een knokker upgraden. En ik ga Colt even upgraden. Want ik vind Colt wel een chille knokker. En dan gaan we nu even met Colt spelen. En dan ga ik Colt ook even proberen rank level 10 te halen. Misschien niet in deze video. Maar gewoon zo meteen wel een keertje. Ja, iedereen die net had gezegd dat ik een knokker kreeg, jullie waren dus allemaal fout. Ik doe nog even 1 potje met dezelfde spelers en dan gaan we daarna door. Omdat hun knokkers ook wel redelijk laag hebben, dan zijn dit gewoon wat makkelijkere potjes. Dat is gewoon net wat chillen spelen. Dat zeg ik nu wel. Maar dan moeten we natuurlijk hier wel even die kills maken. Dit is balen. Ik had net iets verdedigender moeten spelen. Die supernet was op zich wel lekker geplaatst. Ik had gewoon 2 kills in 1. Die Daryl, wat gaat die doen? Ja, die gaat nu natuurlijk mors dood. Jay is ook bijna dood. Die kunnen we ook killen. Helemaal top. Zou ik nu met mijn super kunnen scoren? Nee, dat niet. Oké, dat is balen. Volgens mij kan je door zo'n Daryl heen schieten op het moment dat hij zijn super inzet. Dus op zich had ik daar wel kunnen schieten met mijn super. Maar oké, dit is top dat ik net op tijd daar kom. Ik kan dus al hier even hits doen en dan mijn super. Hoppatee. Ze zijn wel makkelijk te killen, maar het zijn geen bots. Dat merk je wel. Pjaardappel, als jij even die goal maakt, dan kill ik hier even die Daryl. Want dat was mijn idee. Dat gaat toch wel iets anders dan verwacht. Oh, donders. Dat was een lekkere... Oh, dit is heerlijk. Heerlijk gespeeld. Eline, maak jij die bal maar af. Yay. Lekker, man. Ik zag trouwens nog een 1 euro donatie. Ik zal zo meteen even kijken wat voor bericht hij erbij had. Ik wil eerst nog even dit potje spelen. Ik zou even helpen. Oh, ik wou die Daryl helpen te killen. Gaat er nu gescoord worden? Ja, oh nice. Pjaardappel 2 scoort. Lekker. Vat. Die had Vat77 op TikTok. Die had dit achtergelaten. Yo, Joran. Ik kijk je al sinds 2006. Rad van Glorie is in FIFA 17. Oh, legend. Ik vind je echt een strijder. Later bro, thanks voor je donatie. En thanks ook dat je al sindsdien gewoon al video's aan het kijken bent. Ja, ik maak al zo lang YouTube video's. Het is natuurlijk allemaal begonnen op FIFA Bouts. Toen ben ik na een paar jaar ook Game Bouts begonnen. En ik doe het nu al echt super lang. Dus een dikke shout-out aan jou. Maar we gaan nu weer even spelen met nieuwe mensen. Ik ga weer even een nieuwe code creëren. Dank jullie wel dat jullie mee wouden doen. En dan gaan we weer met nieuwe mensen spelen.
Eens kijken of we kunnen winnen weer. Dat zou mooi zijn. En we zijn mensen gejoind. We zitten met Kratje en Diederik 4. Oké. Dit is wel chill, want deze hebben ook hun knokkers behoorlijk laag. Op zich is Sprout dikke prima. En Daryl kan ook. Ja, hij heeft kracht level 6 Sprout, dus dat is nice. En Bull is ook helemaal prima. Oké, nice. Dan gaan we hier ook even potjes mee doen. We kunnen niet praten, want iemand heeft de chat uitgeschakeld. Ja, dat is dan weer jammer, hè? Dat is weer jammer. Hoe lang ga je livestreamen? Nou, ik weet nog niet exact hoe lang. Maar ik denk tot een uurtje of 5, kwart over 5. Ik wil eigenlijk sowieso even de 250 trofeeën halen. Zodat we Bull hebben vrijgespeeld. Dus dat wil ik eigenlijk sowieso nog even halen in deze stream. En dan gaan we de volgende stream van volgende week gaan we opdrachten vrijspelen. En dan kunnen we echt hard gaan. Want dan kunnen we echt gaan strijden voor opdrachten. En dan kan je echt dozen gaan vrijspelen. Want dat is op dit moment wat lastiger. Dat is een beetje het frustrerende. Volgens mij zijn dit bots. Want ze lopen wel heel kaasrecht op ons af. Ik zal even hier met mijn super die kapot maken. En dan kan Kratje zo binnenlopen. Ja, dit moet er wel bots zijn geweest. Oh, maar ik kan echt niet wachten op volgende week. Want dan gaan we dus doorpushen. En dan gaan we opdrachten vrijspelen. Maar dat gaat nu helaas net niet lukken. Oké, nou, Diederik kan ook nog scoren. Weet je wat? Ik doe met deze nog even een potje. Omdat dit zo makkelijk ging. Dan doen we gewoon nog een potje. En dan hebben we de 200 trofeeën zo meteen. En dan kunnen we wat punten inzetten op een knokker. Om een knokker te kunnen upgraden. Ja, wat vinden jullie? Vinden jullie dat ik moet gaan... Ja, want ik had in het begin van de stream vroeg ik het ook aan jullie. Moet ik, zeg maar, één knokker heel erg gaan upgraden en die dan hoog pushen? Of moet ik alles een beetje upgraden? Zeg maar, als ik dit account in totaal hoog wil halen, dan is het wel handig als ik, zeg maar, alle knokkers een beetje upgrade. Maar het is misschien ook leuk om één knokker naar rank level 25 te pushen. Maar dan weet ik niet zo goed wat ik daarvoor moet doen. Laat me weten even in de chat wat jullie vinden. Maar we hebben weer gewonnen. Diederik, Kratje, dank jullie wel voor het meedoen. Het ging heel makkelijk. Legend. Ja, want ik zit wel echt te twijfelen. Want ik denk dat het wel heel leuk is om gewoon tijdens de streams één knokker echt vet hoog te pushen. Maar het is ook leuk om gewoon lekker omhoog te gaan qua trofeepad. En om hier hoog te komen is het best om alles een beetje te pushen. En in de vorige keer toen ik het vroeg, zeiden jullie eigenlijk ook dat ik alle knokkers een beetje moest pushen. Want hier speel je natuurlijk grote dozen vrij. Hier speel je knokkers vrij. En als je één knokker heel hoog pusht, dan ga je natuurlijk ook omhoog op het trofeepad, maar veel minder snel. Want als je één knokker naar rank level 25 pusht, dan kan je misschien wel 10 knokkers naar, weet ik veel, rank level, nou, 20 denk ik niet, maar rank level 17 pushen of zo. Zeg maar, om 10 knokkers te pushen naar 300 trofeeën is misschien evenveel werk als één knokker naar 750. Zeg maar op die manier. Dus dan kan je misschien beter inderdaad alles een beetje upgraden. Maar Diederik en Kratje, dank jullie wel voor het meedoen. Ze hebben smileys, maar ik ga door naar de volgende. Gaan we weer even een teamcode creëren. Dus dan kunnen we weer mensen joinen. Ik ben ondertussen benieuwd hoe hoog de club staat ook. Want we hebben dus nu net een club. En er zitten allemaal mensen boven de 20.000 trofeeën nu in. Dus ik denk dat we echt al heel hoog zitten. Shadows op zijn derde account en Pjaardappel, die heb ik als vriend. Nick King. En met Shadows 3. Oké, ik zal trouwens even kijken lokaal clubs. We staan 29ste van Nederland. No way. Wat is dit insane. Waarschijnlijk lieft ook bijna iedereen op het moment dat de stream voorbij is. Want dan gebeurt er niks meer met deze club. Maar wat? We staan gewoon 29ste. Nederlandse record speedrun. Dat is het zeker. Ik sta ook gewoon helemaal onderaan met helemaal niks. Ik kan trouwens wel even een leuk profielfotootje doen. Ik bedoel even Colt, die vind ik wel leuk. Ziet de dag net wat beter uit. En je kan volgens mij je naam ook, je kleur van je naam. Ja, dat is ook wel wat leuker. Ik vind blauw wel vet. Ja, dan doen we het zo. Dat ziet er toch net wat cooler uit. We gaan met Shadows op zijn derde account nog even een potje doen. En met Nick King, ik zal jullie even toevoegen. Oh, hij heeft te veel. Nick King, oh, die heeft ook te veel. Als jullie dit zien, je moet even wat vriendschapverzoeken annuleren. Hey, heb je toevallig knokkers... Oh, hij heeft best wel wat knokkers hoog. Oeh, hij heeft alles hoog. Oké, dan moeten we weer even op hoog niveau spelen. Nou, dan is Gil helemaal prima. Dan gaan we gewoon lekker met Gil spelen. Ja, Nick King. De speler heeft te veel verzoeken uitstaan. Mocht je me willen als vriend, moet je dus dat even... Meestal. Want dat is als vriend request uitstaat meestal. In ieder geval, dan moet je dat eventjes doen, Nick King. En dan kunnen we eventueel vrienden worden. Maar we gaan weer even... pushen. En ik ben benieuwd hoe hoog de club staat aan het eind van deze stream. Daar ben ik wel echt heel benieuwd naar.
Misschien dat we gewoon in de top 10 staan. Dat zou toch bizar zijn. Dat zou bizar zijn. Maar let's go. Weer even geconcentreerd spelen. En even zorgen dat we hem weer gaan pakken. We moeten nu niet tegen bots. Dat is één ding wat zeker is. Oké, nice. Dat is wel chill dat Nick wel gewoon maximaal level is. Oh ja, ik was al bijna dood. Collie Games doneert 3 euro. Abonneer allemaal op Collie Games bij de 100 abonnees. Doen we Star, Shelly of zo. Een beetje zelfpromotie is goed, maar nu wordt het wel heel veel. Kunnen we hier... moet even uitkijken. Ik zal die bal even pasen. Dan kunnen ze hem in ieder geval niet zien lopen. Oké, ik moet eigenlijk even mijn super krijgen dat ik hier een gat kan maken. Dat zou chill zijn. Oh, lekker. Ja, nice. Oké, top. Dan staan we 1-0 voor. En dan gaan we daarna even strijden voor de 2-0, zodat we weer even een lekkere overwinning erbij hebben. Eigenlijk gaat de stream tot nu toe qua potjes wel heel goed. Zo even hier omheen lopen. Ja, top. En dan kunnen we hier met mijn super even de boel kapot maken. Ja, oké, dan heb ik in ieder geval mooi wat ruimte nu. En dan kunnen we misschien... Ah, ik kan nu niet scoren. Nee, dat is te gevaarlijk. Maar we hebben in ieder geval ruimte. Dus dan kunnen we in ieder geval recht vooruit schieten. Om zo meteen eventueel die bal binnen te schieten. Ik ga even healen en dan kom ik zo meteen terug. Met een aanval! Boom! Oké, dit is meebalen. Die Byron... Ah, ik vind Byron zo irritant om tegen te spelen. Want die doet gewoon de hele tijd damage. Gewoon frustrerend. En dat is de 3-0. Let's go! Nice! De 3-0. De 2-0 bedoel ik. De 2-0. Want 3-0 kan natuurlijk niet, een knokbal. Maar Shadows en Nick King, dank jullie wel voor meedoen. Ik kan nog steeds niet versturen. Dus helaas. Ik ga door naar de volgende. Want ik ga weer nieuwe mensen kans geven. We gaan weer uitnodigen. Liam, dankjewel voor je 1 euro donatie. Dankjewel. En misschien dat we trouwens nog deze stream de 7000 likes kunnen halen. Dat zou heel ziek zijn als dat gaat lukken. En vergeet natuurlijk niet te abonneren voor iedereen die deze stream kijkt. En op de een of andere manier nog niet is geabonneerd. Want dan gaan we natuurlijk langzaam rand richting die 400.000 abonnees. We zitten nu met Toxic Sam en met CM Tryhard. Ik zal jullie meteen even als vriend toevoegen. En dan kunnen we even knokkers voorstellen. Oeh, hij heeft best wel wat hoge knokkers. Oei. Dan moeten we dus ook weer op redelijk niveau spelen. Op zich valt het ook nog wel mee, maar 500 trofee is wel iets hoger. Tryhard, die heeft op zich wel wat knokkers redelijk laag ook. Dus dat is wel chill. Maar ja, ik denk dat Shelly inderdaad prima is. En op zich, Nani kan ook wel. Brock kan ook wel. Dat is ook wel een goede knokker. Ik denk dat Brock wel goed is. Dan gaan we met die comp spelen. Welke knokker moet ik kiezen? Pieke is een vriend van mij. Ja, Pieke is wel echt een diehard fan. Of in ieder geval een diehard strijder. Want hij joint zo vaak. Dat is niet normaal. Ja. Mijn water is bijna op. Oei. Heb ik behoorlijk wat water gedronken weer in deze stream. Ik heb 50.000 trofeeën. Dat zegt Lef. Nou, ik geloof er niks van, Lef. Ik geloof er helemaal niks van. Ik geloof niet. Trouwens, als het echt zo is, dan is het wel echt ziek baas. Maar er zijn gewoon echt bijna geen mensen in Brawl Stars die dat hebben gehaald. Ja, er zijn er een paar, maar niet veel. Ik wil mijn super even krijgen. Zo chill zijn als dat even gaat lukken. Want dan kan ik hier namelijk een gat maken. En dat gaat nu ook lukken. Top. Dan hebben we daar zo meteen hebben we daar profijt van. Nu nog niet, want we moeten eerst de bal krijgen. Maar stel, we hebben de bal. En met de super... Oh, ik ga nu dood. Dat was goed gedaan van die Dyna. Maar in ieder geval, als je de bal hebt en je hebt je super... Dan kan je gewoon bam, één rechte streep vooruit. En hij gaat de goal in. Die Dyna, die gaat hier nu dood. Ja, top. En die Byron ook. Ja, kijk, dit is chill. Dus nu moet ik even met mijn super... Gewoon hier een schot krijgen. En gaat die El Primo zijn super inzetten. Ah, shit. Ik kreeg die bal er net niet langs. Ik had gehoopt dat hij El Primo zijn super zou inzetten. We krijgen trouwens nog een donatie van Jaden. Ik zal zo meteen even kijken. Nu nog niet. Geen idee trouwens waar die El Primo allemaal mee bezig is. En hier even uitkijken. Ik zal die bal even wegpasen. Oh, die maakt nu de muurtjes daar kapot. Nou, die El Primo, ik heb geen idee wat hij aan het doen was. Oké, ik moet trouwens eventjes levens erbij krijgen. Ja, top.
En dan wil ik eigenlijk heel snel van die dynamite af, want die vind ik heel irritant. Dus ja, kijk, top. Dan zijn we daar vanaf. Oh, daar zat die El Primo. No, oké, shit. Ik denk dat we dit niet meer kunnen verdedigen. Of die El Primo moet nu gaan schieten. Dat zou... Oké, hij loopt hem in. Dat zou heel dom zijn geweest als hij had geschoten. Want dan had hij hem nog tegen kunnen houden. Oké, dit is een beetje balen. Ik heb nu mijn super, dus met een beetje massa kan ik nu die bal erin schieten. Oh, er stond nog iemand. Ja, en ik had nog iets dichterbij moeten staan. Er zat die Dyna. Maar als Sprout hem nu kan killen, dan kan het misschien een goal worden. Maar dat lukt helaas niet. Dus dat is jammer. Die El Primo, die heeft ook weer zijn super. Oh, ja, nice. Oké, nu moet het lukken. Nu moet het lukken. Tryhard heeft zijn super, dus als die een schot loost, dan kan het misschien goed komen. Oh, no! Ik dacht echt, die gaat erin. Die gaat erin. Maar dat is blijkbaar niet het geval. En die... die El Primo, die verpest zijn super op die manier. En nice, ik wacht gewoon heel even af. En... Oké, wat ga ik doen? Ik schiet hem in die hoek. Oh, nice. Heerlijke goal! Heerlijke goal! En dat betekent dat we toch nog even hebben gewonnen. En we hebben bijna de 7000 likes. Nog iets minder dan 90. Op dit moment. Misschien als ik dit nu zeg en over een paar seconden komt dit online, hebben we misschien al wel wat meer. Maar wel een nice goal op het eind. En ik kan trouwens hier nog wat claimen. We kunnen nog punten inzetten. Op welke knokken moet ik hem inzetten? Jullie mogen het bepalen. Laat het weten in de chat. Op welke knokken moet ik dit inzetten? En we krijgen trouwens nog een donatie. Best Boy doneert 1 euro. Dankjewel, Best Boy, voor je 1 euro donatie. Maar laat weten. Welke knokken moet ik deze punten inzetten? Jullie bepalen het. Jullie mogen het zeggen. En ik voer het dan vervolgens uit. Mooie goal, zegt Lars. Ja, ik vond het zelf ook wel een nice goal. Moest er natuurlijk wel even in. Want we stonden 2-1. En anders werd het misschien nog 1-1. En dat hadden we niet moeten hebben. Nee, anders hadden we nog misschien kunnen verliezen. Cold. En ook wel wat Shelly. Maar overduidelijk wil iedereen dat ik Cold ga doen. Dus het is duidelijk. We gaan het inzetten op Cold. En dat betekent dat we Cold bijna kunnen upgraden naar kracht level 3. Is dat kracht level 3? Ja, inderdaad. Kracht level 3. Oké, ik heb het ingezet op Cold. Cold vind ik inderdaad ook een hele chille knokker om te pushen. En eigenlijk moet ik al mijn knokkers even naar kracht level 10 pushen. Dan krijg ik gewoon elke keer weer punten erbij voor de Brawl Pass. En dan vervolgens krijg ik ook nog sterpunten erbij. Dus dat is wel nice. Maar Tryhard en Toxic Tam, shout-out naar jullie. Shout-out naar Pieke. Maar dank jullie wel voor het meedoen. Ik ga jullie nu wel... Oh nee, dat was niet te bedoelen. Ah, nou oké. Dan... Ik vind het lullig om nu hun eruit te zetten. We zitten nu met Free Legendary en Real Mod. Zometeen maak ik een nieuwe code aan. Dus dan kunnen we nieuwe mensen joinen. Free Legendary. Ik kan je niet een verzoek versturen. Dus dan weet je dat. Dan moet je iets fixen. Real Mod. Heeft redelijk wat trofeeën. Hij heeft gelukkig nog wel een paar lagen. Dus dat scheelt. Zal ik even Colette voorstellen. En Free Legendary, die heeft ook veel lage knokkers. Dus dat is ook chill. Ik denk dat Penny wel even een goeie is. Ja. En dan zit er gewoon lekker laag qua trofeeën. Dus dat is mooi. Dat is mooi. En dan gaan we, weet je wat? We gaan in ieder geval door totdat we Bol hebben vrijgespeeld. Dat is het minimale wat ik wil halen. Dan hebben we gewoon 5 knokkers in de eerste livestream vrijgespeeld. En dan hebben we Colt ook boven de 100 trofeeën en Shelly ook. Dus dat is vrij goed. Dat is vrij goed. We hebben trouwens ondertussen de 7000 likes gehad. Dus shout-out naar iedereen die dat duimpje omhoog heeft gesmashed. Maar we moeten weer even geconcentreerd spelen. Ik ben benieuwd hoe lang het gaat duren voordat we onze eerste gadget bijvoorbeeld gaan krijgen. Hoeveel tijd hebben we daarvoor nodig? Kunnen we hier al scoren? Ja, we kunnen hier... Oh, no! Ik mis hem gewoon, bro. Ik zal hem even voorpassen. Oh, dat was slecht. No! Ik dacht ik ga hem net langs die muur schieten, maar hij ging dus net niet lekker. Maar ik denk dat we nu alsnog kunnen scoren, want volgens mij moeten we tegen bots. In ieder geval, ze zijn behoorlijk slecht. Weet je, ik had net zo'n mooie goal tegen... Als je een keer een mooie scoort, dan moet er natuurlijk ook een keer een slechte goal tussen zitten. Oké, ik zal hier even een gat maken. En boom! Oké, we doen nog een potje met Free Legendary. En hoe heet die andere ook weer? Realmod. We doen nog een potje met jullie. Ik kan je nu... Oké, ik heb nu wel een verzoek verstuurd. Oké, let's go. Volgend potje. We doen even 2 potjes. En daar gaan we door. We hebben bijna al de 7500 likes. Jamie die zei dat inderdaad ook in de chat. 7500 likes. Nou, nog niet. Maar we komen wel in de buurt al. Dat is wel ziek. Oké.
Oh, dat is een beetje balen. Oké, dit zijn overduidelijk geen bots meer. Dus we moeten weer even geconcentreerd gaan spelen. Oké, dat ging nog net goed. Dat ging nog maar net goed. Die meneer P, kunnen we die hebben? Ja, oh, zag je dat? Eén kogel schoten door. En daarmee killde ik die meneer P. Oké, dit is chill, want dan heb ik in ieder geval ervoor gezorgd dat die kool super kwijt is. Nu moeten we even die Bayern. Oh, chill. Die is ook dood. Dus is meteen zijn upgrade kwijt. Dus even hier de boel kapot maken. Ik vind het veel chiller als het open is. Top, dat is die meneer P. En dan moeten we nu eigenlijk even die cold pakken. Ik zal even helpen voor die search. Oh, ja, top. Ik wil even met mijn super daar de boel kapot maken. Maar ik denk dat Freelance... Ja, die kan nu al binnenlopen. Oké, nice. Staan we alweer 1-0 voor. Maar dit zijn dus geen bots meer. Je hebt het zo snel door of het bots of spelers zijn. Dat is echt niet normaal. Ik moet hier even uitkijken. Ik heb bijna mijn super. Maar nog net niet helemaal. Ja. Dat is wel chill. Dat die meneer P. Dat die jumps of zijn schoten niet de hele tijd doorschieten, zeg maar. Oh, no! Oh, die had ik niet eens door. Dat was wel ziek gedaan. Dat was die search volgens mij die schoot. Oké. Ik heb nu wel mijn super. Dus nu kunnen wij gaan pushen. Ik zal hier even de boel kapot maken. En dan... Oh, no! Oké, nou, ik denk dat we nog niet kunnen gaan scoren. Of Free Legendary kan nu met zijn super scoren. Oh, goed gedaan. Niet mijn beste potje, maar gelukkig heb ik goede medespelers. Dat scheelt, want anders had ik verloren. Nog twee potjes winnen en we hebben gewoon de boel vrij gespeeld. Dan kunnen we ook nog wel even één of twee potjes doen met de boel ook nog. Maar RealMod en Free Legendary, dank jullie wel voor het meedoen. Ik creëer weer even een nieuwe code. Dus jullie kunnen weer joinen. Santa loopt iedereen te kicken, zelfs mij met 23k. Ja, we zitten volgens mij is dit meer voor de grap dat we nu de club doen. Ik ga denk ik in de volgende livestream ga ik misschien zelf een club inrichten. Maar we zitten nu in ieder geval in de 21, we staan 21ste van Nederland. Dat is wel echt heel bizar. Ja, dat is wel echt insane. Dikke shout-out. En Blast zit er ook in. Ja, hij heeft ook vet veel trofeeën. Ik vind het wel geniaal dat we gewoon zo hoog staan. Echt binnen één stream. Wel geniaal. Maar hey, misschien dat ik volgende stream zelf weer een club maak. En dan dat ik iedereen toelaat. Want ik vind het inderdaad ook niet leuk dat mensen worden gekickt, om eerlijk te zijn. Maar we zitten nu weer in een nieuw potje. We zitten met Maru. Die heeft gewoon rank level 30. Hij heeft meerdere rank level 30's, dus dat is sick. En we zitten met Flipgo. En die is iets laag qua trofeeën, maar dat vind ik eigenlijk chill. Want dat betekent dat we gewoon... Ja, iets minder hoge tegenstanders komen. Maar eigenlijk maakt niet uit. Ik ga eerst even kijken wat zijn laagste knokker is. Lou. Ja, ik ga wel Lou voorstellen. En dan kunnen we zijn hoogste pakken op zich. Ja, want dat maakt toch niet uit. El Primo is wel nice. Oké, dan gaan we het op die manier doen. Rip, heb hoge knokkers. Ja, je hebt inderdaad hoge knokkers. Maar Lou is dan nog de laagste. Dus dan gaan we het gewoon op die manier proberen. Misschien dat het dan alsnog goed gaat. We weten het niet. We gaan erachter komen. Flipgo, zit je er trouwens achter? Ik zou jullie trouwens even als vriend toevoegen. Dus ik heb een verzoek verstuurd. Flipgo, doe iets! Anders... Oh ja, hij zit er wel achter. Oké, let's go. Kom ik aanzetten met mijn kracht level 2 cold. Oh, yo. Het is echt lang geleden voor mij dat ik echt zo heb gepusht op, zeg maar, lagere krachtlevels. Normaal zit ik altijd op veel hogere krachtlevels. Wat natuurlijk logisch is. We zitten nu tegen een echte tankcomp. Even uitkijken. Oh. Ik ging iets aanvallend. Ik dacht dat ik misschien door kon lopen en meteen een goal kon maken. Nou, dat ging dus totaal niet zo. Ik kan nu wel even mijn super halen. Dat is wel chill. Oh, dit is eigenlijk ook wel chill. Even uitkijken. Oh no. Ze zijn allemaal maximaal levels. Ze hebben allemaal skins. Dit is gewoon net te lastig. Helemaal omdat wij nu twee knokkers hebben die echt laag zitten, zeg maar. Of geen één van ons heeft, zeg maar, zijn knokker echt hoog. Dus dat is een beetje irritant. Oké, top. Ja, kijk. En ik doe gewoon te weinig damage bij die boel ook. Ik kan nu even mijn super... Ja, dit is al... ja, dat gaat alweer niet goed. Maar misschien dat die boel nu wel gekilled kan worden. Dat zou wel chill zijn. Maar we zitten nu alweer hopeloos in de problemen. Oké, nee. Dit is echt niet te doen. Echt niet te doen. Nope. Nope.
Dat is het nadeel op dit niveau, zeg maar, op 600 trofeeën is het voor mij momenteel te lastig. Helemaal als wij met allemaal wat lage levels zetten. En hoe hoog zaten die waar we tegen moesten? Ja, die hadden gewoon alles maximaal level en die hadden ook skins en die hadden gewoon wat meer trofeeën. Dus dan wordt het wel heel ingewikkeld. Maar Maru en Flipgo, dank jullie wel voor het meedoen. Ik ga wel weer door naar de volgende. Rip, maar code boos. Ja, lekker man. Helemaal mee eens. Maar ik ga... Oh nee, sorry, dat was niet de bedoeling. Ik ga door naar de volgende. Ik creëer een nieuwe teamcode. En dan moeten we nog steeds 2 potjes winnen. En dan hebben we boel. We hebben trouwens ondertussen 7500 likes op deze livestream. Dus dat is wel heel vet. Is dit echt je nieuwe account? Stop je met je 30.000 trofee account? Nee, dit is niet mijn... Nou, nee, dit is gewoon een extra nieuw account. Zeg maar, ik gebruik dit om in livestreams gewoon te pushen zonder geld uit te geven. En dat ik gewoon samen met jullie dit account zo hoog mogelijk probeer te krijgen. Julian, daar had ik al mee gespeeld, dus ik moet jou er helaas even uitzetten. Julian, sorry jongen. En dan hebben we nu 2 nieuwe spelers. Oh, dat is chill. Die hebben allebei niet heel veel trofeeën. Heeft die lage? Colette? Ja, dat is prima. Dan is hij maar niet heel hoog level. En deze guy die heeft ook best wel wat knokkers laag. Dus dat is ook nice. Het is wel chill om 1 tankie knokker ertussen te hebben, dus dan doen we wel Rosa. Nee, maar zeg maar, op mijn 30.000 trofee account blijf ik gewoon video's maken. Maar in de livestreams is het wel leuk om gewoon 1 keer per week, zeg maar, op dit account live te streamen en samen met jullie te spelen. En dan maakt het ook niet zoveel uit als we een keer een potje verliezen, want ik heb toch... Ja, of ik verlies dan toch niet veel trofeeën. Dus dan maakt het ook wat minder uit, zeg maar. Dus dat is wel nice. Oké, dit potje moeten we wel even winnen, want we zitten nu wel redelijk laag qua trofeeën. En die El Primo loopt dwars door het midden heen. Dat is heel chill. Want dat betekent dat ik nu alweer mijn super heb. Dan kan ik namelijk met mijn super hier even een gat maken. Dat zal ik ook meteen doen. Ja, top. En dan gaat het nu helemaal goed komen. Dit kan niet meer fout gaan. Ik zal nog even mijn super inzetten. Voor nog een kill. Thomas, als je die bal pakt, dan kan je eigenlijk die bal... Oh, nou, nu... Oh, nice gedaan. Ik dacht, dan kan je die bal binnenlopen, maar niet met de super van Gil tegen je natuurlijk. Maar dat hoeft ook niet. Lekker, lekker schot. Ik zal even een smiley doen. Ja, dat deed hij nice. Ik moet even healen. En dan gaan we zo meteen weer in de aanval. Die sprout... Oh, hij liep net door. Hij liep net door. Dat is een beetje zonde van mijn super. Maar ik vind het nog steeds chill om gewoon de map open te hebben. Want ik ben als Colt ben dan eigenlijk wel wat sterker. Oké, top. Thomas kan daar een kill maken. En we moeten die sprout even killen. Of die El Primo moeten we nu eigenlijk killen. Dat is nog even belangrijker. En dan gaan we nu voor die sprout. Ja, oh top. Ik kan mijn super inzetten. Nice. Dat was even een chill geplaatste super. En ik heb bijna alweer mijn super. Ja, wel op deze manier. Die bakt er helemaal niks van, die El Primo. Ah, die sprout. 1 shot. Ja, nice. Oh, dan ga ik dood. Zou Thomas kunnen scoren? Nee. Net niet. Net niet. Maar ik denk dat we nu zo meteen wel kunnen scoren. Ah, Thomas gaat... Ah, dan wordt het wel lastig. Ja. Oh, nice. Ze zijn allemaal low. Kan misschien hier 2 kills maken tegelijk. Oh, die sprout die is wel redelijk goed, hoor. Zijn teammates bakken er niks van, maar die sprout speelt wel goed. Maar wij hebben nu in ieder geval weer de overhand. Want wij kunnen nu weer even... Oh, dan moet ik wel om het muurtje heen lopen. Ja. Gaat Rosa nu scoren? Oh, die El Primo verpest gewoon zo super. Nou, dat is voor mij helemaal prima. Ik zal de bal even pakken en dan kunnen we die passen naar Thomas. En dan kan hij hem binnenlopen of schieten. Is ook prima. Nice! Goed gespeeld van Thomas. Ik denk, zou dit een tweede account zijn van hem? Ik weet niet, hij speelt wel goed. Hij speelt goed. Ja, sowieso denk ik tweede account. Dat moet haast wel. Oké, we doen nog even snel 1 potje. En dan gaan we door naar de volgende. Omdat we nu op wat laag trofeeaantal zitten. En dan hebben we de boel vrijgespeeld. Dan hebben we 5 nieuwe knokkers. Let's go. 5 nieuwe knokkers op mijn nieuwe account. En de volgende livestream, dat gaat heel ziek worden. Want dan, vanaf dan, gaan we opdrachten vrijspelen. En dan kunnen we echt veel punten en dozen gaan verdienen. En dan gaan we kijken of ik een keer mythisch of epische knokker ga krijgen. Want dat heb ik op dit moment nog lang niet op dit account. Zitten met de Gil, Frank. Dat is wel chill dat je zo'n Frank tegen je hebt. Dan kan je zo makkelijk je super ophalen. Oh, die Ems die is wel een beetje gevaarlijk. Doe niet zo irritant. Ik had die bal eigenlijk om de hoek moeten schieten. Hadden we misschien... Nou, dan had hij waarschijnlijk ook kunnen scoren. Hadden we iets meer kans gehad. Ja, maar dan was het waarschijnlijk nog steeds niet goed gekomen. Oké, maar ik heb nu bijna mijn super. Dus dan, vanaf dan wordt het iets chiller. Ah, net niet die Ems. Oké, nu alsnog. En wat gaat die Frank doen? Die moet ik nu even hebben. Ja, top.
En ik zal even mijn super aanzetten. Ah, no, en die Frank die leeft nog steeds. Ik moet die muurtjes erachter kapot maken. Maar het is in ieder geval chill dat de map nu redelijk open is. Want dat betekent wel voor mij dat ik iets meer ruimte heb. En dan kan die Frank kan wat minder. Want die kan zich niet verschuilen in bosjes. Oké, chill. En ik zal nu even naar Thomas pasen. Die kan die bal wel binnenlopen, denk ik. Ga ik vanuit? Nee, nu wel. Ja, top. Oh, no. Oké, nou, het gaat uiteindelijk nog goed. No, het gaat niet goed. Boys. Oh, gelukkig. Oh, yo. Deze had, oh, die had echt eerder ingemoeten. Maar hierna gaan we natuurlijk nog even spelen met de boel. En dan gaan we weer even met een paar anderen doen. En dan ga ik ook even eten. Hoe laat is het? Het is 5:10. Dan gaan we ook even, ga ik zelf lekker eten. Dat moet natuurlijk ook gebeuren. Ik kan hier even mijn super neerzetten. En... oh, ja, oké. Okay, dat gaat nog net goed. En dan kunnen we die bal daar schieten. Hoppatee! We hebben de boel vrijgespeeld! We hebben de 250 trofeeën! Let's go! En we hebben de 100 trofeeën met gold gehaald, dus dat is ook nice. Maar wat nog veel nicer is, is dat we boel hebben vrijgespeeld. En we gaan bij de Brawl Pass ook wel lekker. En dan speel ik coins vrij. Ik wil die megadoos, die lijkt me heel nice. Een megadoos op dit account, maar dat gaat voorlopig nog niet gebeuren. We hebben nu in ieder geval de boel! Let's go! De 5e knokker op dit account. Let's go! Wil je mijn naam zeggen? Ik heet Anneke. Anneke, leuk dat je aan het kijken bent. Lars die zegt, ik ben een fan van je. Thanks, man. Maar ik ga trouwens nu even mensen kicken. Want Thomas en jullie hebben jullie kans gehad. Ik voeg jullie trouwens nog even toe als vriend. Dat had ik beloofd. Doe ik bij iedereen. Maar dan gaan we nu even door naar de volgende. Teamcode creëren. En dan doen we nog even een 1 of 2 potjes met de boel. En dat worden dan de laatste potjes voor vandaag. Maar dan zijn we behoorlijk opgeschoten, vind ik zelf. We zijn best wel hard omhoog gegaan. Dus dat is zeker nice. Hoe staan we er trouwens ondertussen voor qua club? We staan nog steeds 21ste. Dus we zijn een beetje gelijk gebleven nu ondertussen. Maar wel heel bizar. Wel heel bizar hoe hoog we zijn gegaan. Maar ik ga even de boel selecteren. En we zitten met Skiwi. En die Skiwi heeft gewoon 31.000 trofeeën. Dus dit gaat wel even pittig worden. Hij heeft gelukkig Rosa nog iets lager. Dat is wel nice. Oh ja, ik zal nog even als vriend toevoegen. En je vriend heeft te veel vrienden. Oké, okay, Skiwi, je hebt te veel vrienden. Mocht je hem als vriend willen, moet je dus eentje verwijderen. Ja, Rosa, dat is een goed idee. En in principe maakt het hier niet uit wie hij is. Ik denk, oh, El Primo is niet handig. Misschien Tara? Ik denk dat Tara wel goed is. Want Tara kan natuurlijk met zijn superveel hits doen. Want we hebben nu al 2 tanky knokkers. En dan met Tara erbij, dan gaat het wel goed komen. Ik ben de broer van gekke Willy, zo'n kratje. Oké. Daarmee heb ik ook al wel een keer gespeeld. Oh ja, oké. Ik heb nu. Okay. Volgens mij zei hij dat ook in de chat. Ja, je kan adden als je wil. Oké, nice. Mijn vriendenlijst gaat nu knijtersnel voorrijken trouwens. Echt over 1 of 2 streams, dan zit mijn lijst al vol. Ik heb nu al 94 vrienden. Dat gaat toch ziek snel. Dat gaat echt heel bizar snel. Maar eens kijken of we dit kunnen winnen. Op de 600 trofeeën met een krachtlevel 1 boel. Maar gelukkig heeft Skiwi en Flinke Willy hebben hun knokkers iets hoger. Dus dat scheelt. Dus ik moet eigenlijk gewoon zorgen dat ik levend blijf. En dan komt het goed. Ja, die Pam. Oké, hier even wat hits. Niet te veel. Oh, die Edgar. Oké, dit is eigenlijk prima. Ik zal even die bal pasen. En ik denk dat Skiwi nu misschien wel kan gaan scoren. Oh, maar niet op deze manier. Ja, ik ga dood. Dat was niet te voorkomen, aangezien ik in die super stond van Ems. Dat was een beetje baal. Ik ging misschien net iets te aanvallen. Maar ik had gehoopt dat Skiwi daar kon scoren. Maar dat was ook net te lastig. Oké, maar we geven niet op. Daar is die super weer, dus ik moet even uitkijken. Oh, zieke super van Skiwi. Dat was wel nice gedaan. Oké, ik zal hier even uitkijken. En is niet te doen. Zelfs tegen een Edgar. Normaal kan een boel die makkelijk killen. Omdat ik zo laag level ben, kan ik gewoon niks. En dat is een beetje frustrerend. Ja, dat is heel frustrerend. Hoe gaan we dit doen? Ik ga hier gewoon een beetje rond blijven lopen. Met de hoop dat ik dit nog kan verdedigen. No, dit is echt niet te doen. Oké, maar Tara heeft in ieder geval super. Maar dit is gewoon op dit niveau gewoon te lastig voor mij om op een kracht level 1 te spelen. Oké, dit is chill, dit is chill. En kijk, zelfs nu had ik gewoon 3 of 4 schoten nodig om die Ems überhaupt te killen. Ik zal even die muur hier weghalen. Dat is dan het minste wat ik kan doen. Dan zorg ik er in ieder geval voor dat we nu ruimte hebben. Zou Skiwi nu kunnen scoren? Ik denk het net niet. Oh ja, nou, het zou wel echt heel lijp zijn geweest als die had kunnen scoren.
Ik ga even hier afwachten. En dan wacht ik ze hier even op. Oh lol, daar zat hij gewoon al. Oh, ik ben zo snel dood, jongen, tegen deze lui. Dat is niet normaal. Oké, Skibi kan dit nog verdedigen. Als we dit winnen, zou echt heel bizar zijn. We moeten hier even verdedigen. Oh, dat scheelde niks. Maar het gaat nog goed. Flinke Willy. Eigenlijk moet Flinke Willy ook snel super hebben. Skibi speelt wel echt heel goed. Je merkt wel dat het echt een ervaren speler is. We kunnen hier misschien even een kill maken. Nee, dat lukt niet. Moet even uitkijken. Oh, nice. Nu kunnen we scoren. Dit moet lukken. Ja, lekker. Oh, Flinke Willy heeft gescoord. Dat was goed gebruik gemaakt van super. Oké, dit zou misschien kunnen lukken. Als dit gaat lukken, dat zou heel bizar zijn. Op zich zou ik wel kunnen schieten. Kan proberen. Nee, dat gaat vanaf hier niet lukken. Hoe gaan we dit doen? Ik ga proberen. Ik wacht heel even af. En dan als de muurtjes weg zijn, dan ga ik schieten. En dan in de hoek. En gaat dit nu lukken? Volgens mij... Oh no, de bal is ergens anders heen gegaan. Oké, dit is balen, Eigenlijk had ik daar moeten scoren. Flinke Willy heeft nu wel super, dus dat is wel nice. Ik zal even hier helpen. En dan top. En die bal weg. En oh, jammer dat Flinke Willy net niet meer had kunnen doen met zijn super. Oké, ik zal nu even hier voor gaan staan. Anders had hij misschien daar al kunnen scoren. Oh, dit is wel echt heel spannend. Ik denk dat Flinke Willy nu... Ah, dit is echt niet normaal. We waren wel even dichtbij bij een win. Maar helaas net niet goed gekomen. Nee, ik kon toch zelf geen trofee verliezen. Maar Skibi natuurlijk wel. Flinke Willy ook. Oh, dit is wel jammer dat we dit net hebben verloren. Maar het was wel een leuk potje. Oké, we doen nog één laatste potje. En dat wordt de laatste game van deze stream. Skibi en Flinke Willy, dank jullie wel voor het meedoen. En dan creëren we nog één laatste code. En dan wordt dit de laatste game van deze stream. We zitten trouwens bijna op de 8000 likes. Zou wel heel ziek zijn als we kunnen afsluiten met de 8000 likes op deze stream. Dat zou een mooie afsluiten zijn als dat zou kunnen gaan lukken. En dan gaan we kijken of we het laatste potje nog wel kunnen winnen. We zitten met Sammetje en met Diederik 2. Ik zal jullie even als vriend toevoegen en dan hebben we ongeveer al 100 vrienden. Maar oké, dit is chill. Hij heeft niet heel veel trofeeën. En hij heeft wel iets meer, maar ook wel knokkers die hij wel wat lager heeft. Dus dat is ook relaxed. Doen we even Edgar voorstellen. En hier. Ja, wat is een goeie. In principe, hij heeft alles een beetje even hoog zitten. Ik denk dat Penny. Doen we wel Penny. Pool, Edgar, Penny. Ik denk dat dit wel goed moet komen. Kan je zeggen Annemijn kappen? Annemijn kappen. Waarschijnlijk doet Annemijn irritant bij Diederik. Wel grappig. Oké, let's go. Nog even dit potje winnen. Kan je mijn Instagram zeggen? Nee, sorry. Ik ga geen Instagram shoutouts doen in mijn stream de hele tijd. Want dat wil iedereen. Zeg maar, als ik dat eenmaal bij één iemand doe, dan wil echt iedereen dat. Dus dat ga ik helaas niet doen. Dat wordt dan net iets... Oké, dit is wel heel chill begin. Het is heel lekker begin. Oké, top. En als ik met mijn super dadeboel... Oh, kan Sammetje al scoren? Nog niet. Oh, ik moet nu even hier de boel kapot maken. Ah, lekker. Goed gedaan, Sammetje. En dan gaan we even mijn eerste potje winnen met Bol, als het goed is. Dat hoop ik in ieder geval. Dat is zo chill aan Penny. Op het moment dat die knokkers recht vooruit lopen... Oh, dit is jammer. Ik dacht, ik maak de muurtje kapot. Maar net op dat moment paast Diederik de bal naar mij. Oké, dit is wel chill. Let's go. Easy game. Kijk, dit is de chillen op het spelen van dit niveau. Nice. Oké, dan hebben we mijn eerste trofee erbij voor de Bol. Maar we hebben op dit moment 262 trofeeën. Bij de 300 trofeeën. Dus daar zijn we ondertussen bijna. Speel ik opdrachten vrij. Dat gaan we in de volgende livestream doen van volgende week. En dan gaan we kijken of we dan eenmaal grote dozen en zo kunnen vrijspelen hier bij de PES. Want met die opdrachten ga je natuurlijk veel sneller door de PES heen. En dan kunnen we misschien ook bij 10 komen. En dan kunnen we megadoos vrijspelen. Dat gaat heel nice worden. Maar dat zien jullie allemaal volgende week. In ieder geval wil ik jullie allemaal heel erg bedanken voor het kijken naar deze stream. Dikke shoutout aan jullie allemaal. Zoveel kijkers en zoveel support gehad tijdens deze stream. Dus dat is wel echt heel nice. En we hebben uiteindelijk ook de 8000 likes gehad. Dus dat is ook heel ziek. Maar dat was dit voor deze stream. Bedankt jullie voor het kijken. Dan heb ik natuurlijk tot slot nog één ding te zeggen. En dat is natuurlijk, ik zie jullie later, bazen.